Om een goede mening te vormen over de visies en stellingen en hetgeen waar u op moet kiezen op 21 maart, organiseren wij, en dat is Omroep Ede, Ede TV en Ede FM, in samenwerking met het BDU Ede Stad, dit verkiezingsdebat. In het debat gaan we praten met 12 partijen en we hebben 6 stellingen. Tijdens deze 6 stellingen zullen wij 2 mensen aan het woord laten. Daarna zullen alle partijen hun visie geven op de stelling die besproken is daarvoor. Wij praten vanavond met de 12 partijen. 1 partij doet helaas niet mee, maar voor de rest zijn alle partijen die meedoen op 21 maart aan de raadsverkiezingen, die zijn aanwezig. De komende tijd gaan wij in het debat praten onder andere over een aantal zaken waarvan wij denken dat het bij u thuis speelt. Bijvoorbeeld afval scheiden, maar misschien gaat u een avondje naar Cultura en denkt u, ja, Cultura moet toch ergens anders toe. Nou, dit zijn 2 dingen die we onder andere gaan doen, maar vooropgesteld, deze 6 thema's denken wij, en dan is het van Ede Stad en Ede TV en Ede FM, denken wij dat enorm leven in de Edese gemeenschap. En wij hopen dat u in de komende tijd, tijdens dit debat, tijdens deze discussie, uw mening kan vormen voor 21 maart aanstaande. Wij gaan als eerste gaan we praten over een bijzonder thema. En daarvoor wil ik uitnodigen Harry van Huiste van de PvdA en Irene van der Voort van de Evenwichtpartij. En wij gaan het hebben over Cultura. Mag ik u uitnodigen om naar voren te komen? De eerste stelling voor vanavond. Verhuizing van Cultura naar de Achterdoelen is noodzakelijk om het Edese centrum levendiger te maken. Meneer Harry van Huiste van de PvdA, hoe kijkt u hier tegenaan? Nee, zoals de stelling zo gesteld is, is dat niet waar. Het Edese centrum moet levendiger en het idee wat nu geopperd wordt is om Cultura te verhuizen naar het oude V&D-pand. En ik vind dat gewoon eigenlijk niet zo'n heel erg best plan. Je moet dan in beide panden verbouwen. De gedachte is dat je dan in Cultura een nieuwe functie doet. Het zou voor mij veel logischer zijn om die nieuwe functie in het oude V&D-pand te doen. Dat scheelt in ieder geval 1 verbouwing. Dan hou je de loop naar Cultura, hou je het charmante theater wat we hebben. Dus nee, ik zou niet voor deze stelling zijn. Mevrouw van der Voort van Evenwicht Partij, wat vindt u? Evenwicht is ook tegen deze stelling. Het is een best wel absurd plan en het kost gewoon ontzettend veel geld en het is niet nodig. En je kan veel beter het geld stoppen in mensen die cultuur maken. Bijvoorbeeld de KNA in Lunteren, die hebben de papiersubsidie, zijn ze kwijtgeraakt. Nou, die missen, hebben echt een gat in de begroting. Dat zijn echt mensen die muziek maken. Daar kan je beter je cultuurgeld in stoppen dan in een gebouw. En ook de muzieklessen in Ede, daar is ook heel erg op bezuinigd. En er zijn echt mensen die gestopt zijn met les. Ook de bandlessen zijn gestopt. En dat is gewoon heel erg jammer. Maar goed, we hebben het hier over Cultura. Zou u dan wel voorstander zijn van, bij wijze van spreken, zoals door anderen is geopperd, de ingang van Cultura te verplaatsen? Nou, ik zou echt niet weten waarom. Meneer Van Huiste, weet u dat wel? Ja, dat snap ik wel. Als je de ingang legt waar die ooit ook lag bij de verleiding, dat je hem aan het evenementenplein, het Kuiperplein hebt liggen, dan betrek je het cultuurminderende product wat meer bij de loop van je centrum. En ik denk dat voordelen heeft. Maar het kost wel geld, meneer Van Huiste. Ja, dat weet ik dus nog niet, want uiteindelijk wordt dat onderzoek nog gedaan. Dus je moet kijken of de meerwaarde van het verplaatsen dat opweegt tegen de kosten die dat heeft. En ik kan op dit moment die kosten niet inschatten. Maar u zegt dus eigenlijk van nou, we moeten eerst goed gaan kijken wat de mogelijkheid is en voorlopig geen geld. Nou, je moet eerst kijken wat noodzakelijk is. En voor mij zou verplaatsing van Cultura of verplaatsing van de ingang van Cultura moeten voortkomen uit een wens voor dat het voor Cultura beter is. En niet zo noodzakelijkerwijs voor de leegstand in het centrum. Daar kun je denk ik ook hele andere plannen voor bedenken. He, als je nou denkt aan die de hotelfunctie die we nu bedenken in Cultura, waarom doe je die niet op een andere plek in het centrum? Waarom moet dat in Cultura? Je kunt beter een ander leegstaand pand daarvoor zoeken. Dus u zegt van nou, als ik u goed begrijp, ingang prima, moeten we onderzoeken. En we moeten ook onderzoeken of er eventueel een hotelfunctie ergens anders kan komen. Mevrouw van Voort, wat vindt u daarvan? Ja, ik denk als de cultuurminnende Edenaren 3 meter om moeten lopen naar een andere deur. En denk ik niet dat ze vaker of minder vaak naar binnen gaan. Dus ik zie echt niet het probleem. En ik vind dat je daar ook echt geen belastinggeld aan uit moet geven.
Dus u zegt van, nou, ik zie daar geen probleem in. Maar meneer Van Huisteen, u zegt van, ja, de ingang verplaatsen zou mijns inziens wel beter zijn. Of heb ik u verkeerd begrepen? Nee, ik denk dat dat voordelen heeft, ja zeker. En dat heeft voordelen over, omdat je de loop van de mensen, zeker als je cultuur overdag gebruikt, van het winkelend publiek, van het uitgaanspubliek, 's avonds richting Museumplein, dat je dat kan combineren met het publiek van Cultura en dat het omlopen wel degelijk een beperking is als je dat nu hebt. Is het een grote beperking? Nee, dat weet ik niet. Dat zul je moeten onderzoeken. En je moet dat dus afwegen tegen de kosten die je daarvan maakt. Maar ik denk dat dat veel kosteneffectiever is dan heel Cultura verplaatsen. Dus uw visie is helder. Mevrouw van der Voort, ja, ik proef uit dit verhaal van meneer Van Huisteen, die zegt van ja, we moeten het wel onderzoeken, maar per definitie geld daar naartoe hoeft niet. En u zegt eigenlijk van ja, er hoeft ook geen geld naartoe, want ik heb liever geld naar andere dingen. Maar stel nou dat er toch geld, als er geld toch naartoe moet gaan, bent u daar dan wel voorstander van? Nee. Als er toch geld naartoe moet, nee, ik ben er geen voorstander van dat er geld naartoe gaat. Maar ik zie ook nog een tweede deel in deze stelling, namelijk het Edese Centrum levendiger maken. Want er is natuurlijk leegstand. En ja, je kan dat wel gaan vullen met overheidsprojecten of met overheidsgeld. Maar ik denk dat dat uiteindelijk niet het probleem oplost. Mm-hmm. Er is gewoon te veel winkeloppervlak ten opzichte van de markt, zeg maar, ten opzichte van het winkelend publiek. En ik denk dat je voor de lange termijn moet zorgen dat de buitenste winkels naar binnenstaande leegstaande winkels aan de binnenkant van het centrum zitten, zeg maar. Dus daar kan de overheid wel gaan kijken van wat kunnen wij hier doen. En ik denk dat je uiteindelijk ook winkeloppervlak, dus met een winkelbestemming, met een bedrijfsbestemming, moet omzetten in een woonbestemming. Maar dat kan natuurlijk alleen aan de buitenkanten. En ik denk dat de overheid op zo'n manier kan sturen als een soort ruilverkaveling, zoals we dat ook in de landbouw kennen. Maar ik vind het verhuizen van Cultura vind ik zinloos. Ter afronding, meneer Van Huisteen, er is ook wel eens door een andere partij gezegd van ja, dit hele verhaal, de verhuizing van Cultura, is eigenlijk niet iets voor de overheid. Ja, ik wil eigenlijk eerst even reageren op wat dat mag. Evenwicht mevrouw Van der Voort zegt. Want wat zij herhaalt is eigenlijk het huidige beleid. Dus dat vind ik wel heel bijzonder hoor. Dat is gewoon het beleid wat we op dit moment met z'n allen hebben vastgesteld, wat we graag willen. Dus ik denk dat we daar gewoon over eens zijn met z'n allen. Dus dat is niet echt iets nieuws. En moeten we dit helemaal aan de markt overlaten? Nou ja, dat moet je dus afwegen. Ik denk dat je niet alles aan de markt kan overlaten. En als de markt het niet regelt, als de markt de leegstand in het centrum niet regelt, dan moet je als overheid daar wat aan doen. Of dat per definitie geld is, of dat het in faciliteren van regels is, of dat het in het veranderen van bestemmingen is, dat moet je afwegen. Maar je moet er wel wat aan doen. Mag ik daar nog op ingaan? Ja. Bij mijn weten is er nu geen overheidsgeld uitgetrokken voor zeg maar, ruilverkaveling in het winkelcentrum. En tot nu toe heeft het ook weinig resultaat. Dus ik denk dat je daar nog wel beter kan onderzoeken van wat kunnen we hier doen om echt het centrum te verkleinen. Omdat er nu eenmaal te veel winkeloppervlak is, omdat er leegstand is. Ja, maar mevrouw haalt er echt de discussie die we hier in de raad gevoerd hebben. Dus Ik proef hier wat verschil, maar ook wat overeenstemming. Ik dank u hartelijk, want de tijd is voorbij. Wij hebben het dus over Cultura en de stelling is gewoon heel duidelijk die wij hebben geformuleerd. Verhuizing van Cultura naar de Achterdoelen is noodzakelijk om het Edese Centrum levendiger te maken. En nu is dus de bedoeling dat wij dus de ronden gaan maken. Nu krijgt maar echt 30 seconden en na 30 seconden gaat de bel. En dan mag u dan eventueel een zin afmaken, maar geen comma's meer. Laten we eens gaan luisteren wat de andere partijen van deze stelling vinden. Laat ik beginnen bij de heer Stefan Nijenhuis van D66. Ja, dankjewel Martin. Het Edese Centrum was 4 jaar geleden een heel groot item bij de verkiezingen. De omzetten liepen terug, de bezoekersaantallen liepen terug en er was veel leegstand. Nu hebben we de afgelopen 4 jaar heel veel gedaan onder leiding van onze wethouder Johan Weiland. En gelukkig met veel steun uit de raad om dat centrum levendiger te maken. En dat merkte je ook, de bezoekersaantallen lopen weer op. Maar die leegstand blijft een hardnekkig probleem, voornamelijk in de Achterdoelen. En als je dan met deze actie 8000 vierkante meter winkeloppervlak uit de markt zou kunnen halen, waarvan we als raad allemaal zeggen er is te veel winkeloppervlakte in de markt, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn met een goede deal. Ik zou zeggen van hou Cultura op de huidige plek. Veel beter. Het is onder architectuur gebouwd en dat is perfect. Maar maak het
centrum op een andere manier levendigen. Door bijvoorbeeld parkeren goedkoper te maken. Er zijn meer mogelijkheden. Zoek ook bijvoorbeeld goede bestemming voor de achterdoelen. Dat kan ook woningen wonen worden. Maar maak het op een andere manier levendiger en hou Cultura op de plek waar het nu is. Wat de VVD betreft hoeft Cultura niet verplaatst te worden. Als je het zou verplaatsen naar het V&D-pand, dan denken wij dat het nog steeds een enorme uitdaging is om het daar ter plekke ook levendiger te maken. Wat we wel mooi zouden vinden is als mensen na een avondje uit, een mooie theatervoorstelling, hun neus niet stoten tegen een rotonde als ze buiten komen, maar hun neus naar buiten steken en leuke dingen ruiken om achteraan te gaan. Dus betrokken worden bij het centrum voor misschien nog een drankje of een hapje na afloop of misschien voorafgaand aan de theatervoorstelling. Dank voorzitter. Verschuiving of uitruil is bij ons niet aan de orde. Laten we onze aandacht en geld besteden aan inkrimping en sanering van het winkelcentrum. Nou, voor GroenLinks is het zeker niet noodzakelijk dat Cultura gaat verhuizen om de achterdoelen te verlevigen, want Cultura is op zichzelf al een heel belangrijk en goedlopend instituut, speciaal daarvoor ontwikkeld. Voor GroenLinks is het belangrijk dat cultuur versterkt wordt. Wij denken ook dat een andere bestemming op de achterdoelen meer in de lijn der verwachting ligt. Een hotel zou daar juist verlevendiging kunnen brengen, omdat alle hotelgasten dan meteen het centrum inlopen en nou, prima. Het CDA is tegen een kostbare en dure verplaatsing van Cultura naar de achterdoelen. We moeten als gemeente Ede uitkijken dat we niet te veel projectontwikkelaar gaan spelen. Je moet het gemeentegeld goed uitgeven en iedere euro die je in stenen stopt, die kun je niet in andere dingen uitgeven. We moeten de markt uitdagen om een goede bestemming te geven voor de achterdoelen. En als er een marktpartij is die zegt, ik wil geld investeren om daar allerlei andere mooie functies aan toe te voegen, prima, dan is die van harte welkom. Maar het CDA is tegen een kostbare en dure verplaatsing van Cultura naar de achterdoelen. Het woord. Als je kijkt naar Ede Centrum, dan moet je eigenlijk concluderen dat we in het verleden hele rare keuzes hebben gemaakt. We bouwen een theater en dat staat met zijn rug naar de stad. We bouwen een marktplein en dat leggen we vol stenen. En vervolgens wil je de stad levendig hebben, aantrekkelijk om er te komen. En dat betekent dat je de groen naartoe gaat brengen. We zijn bezig het marktplein opnieuw in te richten. En dat betekent ook dat je moet kijken naar een theater wat met zijn rug naar de stad toe staat. Verhuizen hoeft niet, zeker let op je geld, maar misschien de ingang omdraaien, zodat je heerlijk de stad in komt. Als je naar de voorstelling bent geweest, is een mooie optie. Verhuizing van Cultura maakt het centrum niet levendiger. Bovendien gaat het extra problemen creëren. Cultura is nu enigszins geluidsdicht ingericht. Als het straks verplaatst wordt naar de achterdoelen, dan kan er ook weer sprake zijn van geluidsoverlast, omdat daar ook woningen zijn. Er is veel geld in geïnvesteerd in Cultura. Het ziet er schitterend uit. Het is een stuk kapitaalvernietiging om dat te gaan verhuizen. Ik denk dat we meer gebaat zijn bij een action in de achterdoelen, dat meer bezoekers kan trekken dan Cultura nog. Duidelijk. Dan gaan wij naar Peter de Pater van Gemeentebelangen. Als je een uitgestorven winkelstraat nieuw leven kan inblazen en wat dan ook uitstraalt en afstraalt op omliggende winkels en horeca. Als je de parkeerdruk op het Kuiperplein ontlast. Als je zelfs onderzoekt of je zelf kan parkeren of exporteren daaronder. Als je een vervangend kwaliteitshotel kan begroeten op de oude locatie. Dan is een macro-economische afweging op zijn minst interessant te noemen. En die willen wij graag ook zien. En daar kunnen we daarna beslissen wat voor geld daarbij moet. Terugdringen van detailhandelmeters is prioriteit 1. Democratische kiezers willen de binnenstad aantrekkelijker maken. Dat kan door een verbinding te leggen met de markt die nu heringericht wordt, het Kuiperplein en het Museumplein. Wanneer je Cultura de uitgang geeft aan het Kuiperplein en daar een incentive op geeft om zeg maar, dat gezelliger in te richten en aantrekkelijker te maken voor bezoekers, dan zul je zien op een gegeven moment dat dat deel van de stad goed gaat leven en dat zal zijn uitstraling hebben op de rest van de binnenstad. Cultura zit goed, voldoet aan heel veel eisen, voldoet aan de wensen van de ouders om kinderen makkelijker kunnen ophalen en kunnen afzetten. Kortom, de meningen zijn enigszins verdeeld. Aan de andere kant concludeer ik ook, er zijn ook wel overeenkomsten voor wat betreft verhuizing van Cultura naar de achterdoelen. Is het noodzakelijk om het Edese centrum levendiger te maken? Dan wil ik graag gaan naar het volgende onderwerp. En het is toch een onderwerp wat eigenlijk ja, 4 jaar geleden enorm speelde. Maar ja, op dit moment ook weer. En ik denk dat dat enigszins is aangezwengeld door een van de partijen.
Mag ik naar voren vragen Stefan Nijenhuis van D66 en de heer Nico van der Poel van de SGP? De stelling waar we het over gaan hebben. De gemeente Ede moet het mogelijk maken dat supermarkten in alle dorpen op zondagmiddag open zijn. Meneer Nico van der Poel, ik kan me zo voorstellen dat u zegt, daar ben ik het pertinent niet mee eens. Ja, dat is juist. Had ook niet anders verwacht, denk ik. Een rustdag is denk ik voor iedereen goed. Het is niet voor niks gegeven natuurlijk, hè, een rustdag. Die is ons bij de schepping gegeven, dus daar moeten we denk ik ook zuinig op zijn. Maar voor iedereen natuurlijk goed. Daarnaast is het natuurlijk zo, van als je kijkt naar al die verschillende kernen, ja, die zitten er helemaal niet op te wachten. Daarnaast is het nog zo, stel je voor dat je twee supermarkten hebt op in één plaats, in één kern. Dan stel je voor dat de ene zegt van, nou, ik wil wel op zondag open. En de ander zegt van, ik niet. Ja, dan krijg je een lastig dilemma. Dus houd gewoon zondag gewoon dicht. We zijn natuurlijk ontzettend, eigenlijk vinden we ontzettend jammer wat er natuurlijk gebeurd is. Door het hele referendum is het eigenlijk in gang gezet. En daardoor is dit nu ontstaan, hè? Dat we die koopzondagen hebben. En dan krijg je ook wel van, ja, wanneer gaan we het uitbreiden? We vinden het ontzettend jammer dat deze coalitie, zeg maar, dit referendum ingebracht hebben. En dat het daardoor de hele koopzondagen zijn ontstaan. En dan denk ik van 57% was tegen. 21 maart zal blijken wat de inwoners daarvan vonden. Meneer Nijenhuis, kunt u eens reageren? Ede is een bijzondere gemeente met veel mensen van verschillende achtergronden. Maar wel een gemeente waar de SGP de grootste partij is. En dat is bijzonder, want de SGP die plaatst op banners en in advertenties heel groot voor zondagsrust. En dat betekent concreet dat mensen niet zouden mogen winkelen op zondag, niet zouden mogen sporten op zondag, geen evenementen op zondag. Terwijl Ede een grote gemeente is met ook heel veel mensen die dat wel graag willen. En dan is mijn vraag aan de SGP, waarom houdt u dan ook niet rekening met die mensen die dat wel graag willen? Meneer Van der Poel? Nou, dat is niet heel moeilijk. Merendeel wil dat gewoon in Ede niet. En dat is ook uit het referendum gekomen. Dus waarom moet je dan een aanstoot wezen? Waarom moet het nou op deze manier gaan? Dan denk ik van, hou Ede nou gewoon uniek. Ede is uniek, heeft ook unieke wortels wat dat betreft. Dus hou het gewoon op dezelfde zondag als rustdag. Want we krijgen natuurlijk ook een moeilijke situatie straks met de kleine ondernemers. Je ziet nu steeds meer, die haken af. Die zeggen van, kost veel te veel, dus stop er maar mee. Nou, Ede is een grote gemeente met veel verschillende dorpen, veel verschillende mensen. En dat vraagt er volgens mij om dat je een beetje rekening met elkaar moet houden. En dat betekent ook dat D66 zegt, nou, wij zijn in principe voor de vrijheid voor ondernemers overal om een winkels te openen. Maar voor dorpen als Wekerom, Ederveen, ja, daar zitten ze er inderdaad totaal niet op te wachten. Dan willen we als D66 ook niet doordrukken of drammen. Dan zeggen we nee, die dorpen moeten ruimte krijgen om daar gewoon van af te wijken. Maar waarom gaat dat geven en nemen dan maar één kant op? Want wij geven die ruimte wel aan Wekerom en aan Ederveen om de winkels op zondag gesloten te houden. Maar u zegt tegen Ede Stad, die wel aangeeft in meerderheid daarvoor te zijn, ook nee. Ede Stad, dan wordt een klein deel uitgepakt. En dat vind ik niet helemaal juist. We hebben de hele gemeente Ede, daar is een enquête voor gehouden. Daar is een referendum voor gehouden. Dus dan moet je dat ook al zodanig nemen. En dan moet je niet selecteren. Dan zou je ook kunnen kijken van wat doet Arnhem, wat doet Wageningen. Nou, dat is inderdaad heel goed, want in Arnhem en Wageningen mag dat ook gewoon. En daarom zie je ook dat heel veel ondernemers die nu verboden wordt om op zondag open te gaan, of waar het vroeger verboden was om op zondag open te gaan in Ede Stad, die zagen al hun klanten vertrekken naar Arnhem en naar Wageningen. En dan kun je wel heel principieel zijn en zeggen Ede is uniek. Ja, Ede is dan uniek in winkeliers die hun klanditie kwijtraken aan andere gemeenten. Ter afronding, meneer Van der Poel, ik heb wel eens een andere partij horen zeggen in een ander debat van ja, u wil eigenlijk de winkeliers verplichten om op zondag dicht te gaan, om dicht te blijven. Destijds werd gezegd van ja, maar wij willen mensen niet verplichten en wij willen gewoon mensen de mogelijkheid geven, de keuze zelf geven om open te gaan. Wat vindt u ervan?
Als gemeente maak je beleid. En dan hebben wij, als het om de SGP gaat, gekozen voor hou gewoon één rustdag, gewoon zondag. En dat moet je ook oppassen dat dat niet gaat verschuiven. Er zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen van, of ondernemers die zeggen van, maak er maar maandag van, hè, dan zijn we dicht. Of dinsdag, je krijgt dan natuurlijk helemaal geen levendig centrum meer. Hou het gewoon zondag als rustdag. Meneer Nijnhuis, als laatste, er werd ook wel eens gezegd in een ander debat of een andere discussie heb ik gehoord, ja, D66 sjoemelt wel enorm met cijfers. Absoluut niet. We hebben dat referendum gehouden per dorp. Iedereen mocht in zijn eigen dorp stemmen en niet daarbuiten. En we moeten ook ruimte geven om aan dorpen om af te wijken van wat er in andere dorpen gebeurt. Dat vinden wij zeker. En dat vindt volgens mij de SGP ook, want die heeft ook in het vorige collegeperiode echt een wethouder buitengebied geleverd. Om echt specifiek te focussen op het buitengebied, om daar extra aandacht aan te geven. Dus ook ander beleid. En dan zeg ik ook van ja, geef dan ook Ede Stad de ruimte om ook ander beleid toe te voeren. Namelijk dat daar de mensen wel dingen willen gaan doen op zondag. Winkelen, sporten, evenementen houden. Maar het werkt blijkbaar niet twee kanten op bij de SGP. En dat vind ik wel erg jammer. Want we moeten een beetje geven en nemen met elkaar in Ede. De diverse grote gemeenten die we zijn. Maar helaas is dat dan bij de SGP maar één kant op. Dat vind ik jammer. Meneer Van der Poel, mag heel kort reageren? Nou, de wethouder die we hadden was niet specifiek voor het buitengebied. Was ook voor heel Ede. Dus wat dat betreft moet ik dat even corrigeren. Maar wat betreft het dwingen, dat is, kun je ook aan de andere kant natuurlijk benoemen. Ik spreek heel veel ondernemers, ook vanuit Ede Centrum, die zeggen van, waren er maar minder koopzondagen? Even los van principiële zaken. Er zijn nu veel te veel. En dat kost ons veel te veel geld. Dus eigenlijk worden ze nu gedwongen. Ik moet concluderen, u wordt het niet eens. Ik dank u hartelijk. Goed. Laten we dan eens kijken wat de andere partijen ervan vinden. Mag ik beginnen met meneer Harry van Huisteen van de PvdA? Ja, dankjewel. De Partij van Arbeid vindt dat we niemand moeten verplichten onze winkel op zondag dicht te doen of open te doen. Dus dat daar vrijheid voor moet zijn. En als we dan kijken wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Ik woon zelf in Kernhem en het winkelcentrum daar is op zondag de drukste dag. Dus ik denk dat er wel degelijk een behoefte is aan die zondagsopening. En dat dat in de dorpen ten noorden van Ede, van de Edestad, niet zo is. Daar is dan ook geen verplichting om open te gaan. Maar ik zie in Bennekom bijvoorbeeld, de supermarkten daar zitten klem. Die zouden wat ons betreft open moeten. Ik ben het helemaal eens met Harry wat u laatst zei. In Bennekom is nu echt een knelpunt met supermarkten. Die verliezen echt aantoonbaar omzet aan supermarkten in Wageningen en ook in Ede. Dus ik denk dat we daar wel echt moeten nadenken of ook niet de supermarkten op zondag open kunnen. Maar bijvoorbeeld in Lunteren en andere buitendorpen speelt dat echt helemaal niet. Dus ik vind ook dat die zondagsopening een dynamisch dossier moet zijn. Waar we gewoon elke keer weer kijken van hoe hangt de vlag erbij bij de verschillende winkeliers. En dan moeten we zeker schakelen. VVD is van mening dat we de ondernemers daar gewoon de ruimte in moeten bieden. Wij hebben er vertrouwen in dat zij hun eigen afwegingen daarin kunnen maken. En willen hen ook die ruimte bieden. En dat geldt voor de hele gemeente. Alle dorpen, daar waar ze willen, kunnen ze open. In Bennekom is het een urgent probleem wat ons betreft. Alsjeblieft zo snel mogelijk realiseren. Want ondertussen gaan de mensen winkelen in Ede of in Wageningen. Dus meer vrijheid en vertrouwen in die ondernemer. Ja, de ondernemer, daar wil ik eigenlijk niet mee beginnen. Ik ben meer marketing-wise geschoold. Het gaat mij om de consument. Voor zover niet aanwezig, dan zou ik in ieder geval pleiten voor een algemeen plaatselijke verordening dat alle dorpen en ook Ede Stad de mogelijkheid heeft om tot zondagsopenstelling, maar dat het uiteindelijk de burger is die besluit of het wel gebeurt of niet gebeurt. Mede op initiatief van GroenLinks is jaren geleden bepaald dat gemeenten zelf mogen bepalen of zij de zondagsopening al dan niet toepassen. Wat dat betreft was het referendum voor ons een goede opzet, omdat het zo gedifferentieerd was per woonkern. Voor ons staan niet de ondernemers voorop, staan de inwoners voorop van een dorp of woonkern. Samen met de ondernemers moeten zij bepalen of wel of niet de zondag bij hen ook een winkeldag wordt. En wat betreft de 24-uurseconomie, die is er al, dus wat ons betreft maakt dat geen verschil meer. In 2015 hebben we onze inwoners gevraagd wat zij vinden van de koopzondag.
Daaruit bleek dat, meer dan de helft van alle inwoners van de dorpen zeiden: we hebben geen behoefte aan een winkelopenstelling op zondag. Volgens mij moet je dan als politiek niet wijzer zijn dan je eigen inwoners en goed luisteren naar de uitkomst van het referendum. Dus wat het CDA betreft kan de zondag in de dorpen gewoon de zondag blijven zonder openstelling van winkels. Als je kijkt wat de heer Nijnhuis net zei van D66, die zei: we moeten rekening houden met elkaar. En dat rekening houden met elkaar betekent dat je ook luistert wat in de enquête of in de referendum de dorpen hebben gezegd. En de dorpen hebben gezegd: wij zijn in meerderheid niet voor de koopzondag, maar voor de zondagsrust. Laten we dat dan, rekening houden met elkaar, waarderen en de supermarkten en de winkels ook in de dorpen gewoon dicht houden. Want die koopzondag is wel die 24 uur economie en laten we ook eens een keer een dag rust houden. Nou, het opdringen van de zondagsrust door gelovigen bij ongelovigen is niet meer van deze tijd. Laat ondernemers zelf bepalen of ze open gaan en laat burgers ook zelf de mogelijkheid hebben om te winkelen, ja of nee. En wij vinden ook dat de winkels in Bennekom open moeten gaan, omdat we ook zien dat veel bezoekers nu naar Wageningen en Ede vertrekken. Bij de grootte en de dynamiek van onze stad hoort moderne zelfbeschikking door consument en ondernemer. Dit betekent vrije opening in de middag na de dienst. Bennekom is daar ook aan toe. Andere woonkernen tonen minder behoefte daaraan. Daar weegt de rust zwaarder. Fair enough. Wij zeggen bij gemeentebelangen: de ondernemer wil ook wel eens op zaterdag voetballen. Democratische kiezers Ede vindt dat er een gelijk speelveld moet zijn van alle ondernemers binnen Ede. En dat betekent ook dat alle ondernemers de ruimte moeten hebben om open te gaan, maar ook de ruimte hebben om dicht te blijven. En wie kan beter bepalen of ze open of dicht gaan, dat is je ondernemer. Want als er geen consumenten komen om te kopen, dan is het gewoon verlies lijden op een koopzondag. En de slimme ondernemers dat niet doen. Bovendien, de ondernemer zelf voelt heel goed aan in de plaats waarin hij zit of dat past binnen de gemeenschap waarin die functioneert. En wanneer het niet past, zal die ook niet open gaan. We concluderen dus dat de meningen over de koopzondag, dus over deze stelling. En dan hebben we het dus over de winkels, de supermarkt open op zondag, ja of al nee. De gemeente moet het mogelijk maken dat supermarkten in alle dorpen op zondagmiddag open zijn. En mogen daar zijn de meningen dusdanig over verdeeld. Dan een onderwerp die toch wel de gemoederen, denk ik, bezighoudt. Want veel mensen denken van: waar hebben ze het over in die Edese Raad? Op 8 maart werd er onder andere nog een belangrijk stuk besproken in de Edese Raad. En dat deed de nodige stof doen opwaaien. En dan heb ik het over het World Food Center. De stelling. En daarvoor wil ik dan uitnodigen mevrouw Hester Veldman van de VVD en meneer Jos de Haan van de 65PLUS-partij. De stelling die wij aan u voorleggen. Het World Food Center is een geldverslindend luchtkasteel. Nou, mevrouw Hester Veldman, u heeft er onlangs nog over gedebatteerd in de Edese Raad. Ik lees bedragen van 25, 15 en van 5 miljoen. Ja, de burger zou kunnen zeggen: ja, het is geldverspillend en verslindend. Ja, om te beginnen, het debat deze avond begon met: het gaat over onderwerpen die dicht bij de mensen spelen. Volgens mij is dit er nou net eentje die heel moeilijk dicht bij de mensen te brengen is. Maar ja, het gaat inderdaad wel om veel geld, maar niet zonder dat we daar de goede voorwaarden aan gekoppeld hebben. Want wij denken, de VVD denkt, dat zo'n World Food Center heel veel mogelijkheden biedt. Het zit op een toplocatie in Nederland, heel goed bereikbaar, vlakbij een geweldig intercitystation dat ook nog eens heel mooi wordt gemaakt straks. We denken dat door daar innovatie, ontwikkeling, nieuwe bedrijven, dat die daar goede dingen op het gebied van food kunnen doen, dan zal dat ook werk opleveren. En het zal ook onze gemeente jong houden, omdat we jong talent aan kunnen trekken. Er zullen banen uit voortkomen. Dus de kansen die het biedt zijn zo groot dat wij durven te stellen dat als de goede voorwaarden in de financiering zitten, dat het een kans is voor Ede en wij willen die als VVD graag grijpen. En dan zal het dus geen geldverslindend luchtkasteel zijn. Maar mevrouw Veldman, ik kom zo dadelijk bij meneer aan. Maar mevrouw Veldman, u zegt van ja, maar het staat een beetje ver weg van de burger af. Maar aan de andere kant denk ik het heeft wel enorme impact. Dus het gaat de burger daadwerkelijk aan. Of bent u het niet mee eens?
Ik ben dat zeker met u eens. Het zou bijvoorbeeld, wat ik net zeg, in ieder geval heel veel werk kunnen opleveren. En dat is goed voor de mensen hier, de mensen die hier willen wonen. Maar ook voor de kinderen van de mensen die hier nu wonen en misschien wel de kleinkinderen. We willen hier een toekomstgerichte gemeente hebben. En dat het dicht bij de mensen komt, dat is op die manier. Maar ook, en dat is wel een uitdaging die we met elkaar hebben. Want de afgelopen jaren hebben we gezien als raad dat we niet altijd even goed betrokken worden bij de ontwikkeling van die plannen. En daar zijn we als VVD altijd scherp op geweest. Het zijn majeure beslissingen over grote bedragen, grote ontwikkelingen in onze gemeente. Dan moeten we daar als raad ook goed bij betrokken worden. Meneer Sjoerdsma, ja, hoe kijkt u naar deze stelling? Ja, eigenlijk zou ik hier helemaal niet op willen reageren. Nou staat er wel luchtkasteel, maar ik vind het luchtfietserij. En waarom? Omdat het... mevrouw Veldman heeft het dat mensen hier ook een bepaalde betrekking in hebben. Maar bij luchtfietserij, dan gaat het over mensen die kennen dat luchtfietsen. En ik heb geleerd bij onder andere Silicon Valley in Amerika, bij San Francisco, Californië, dat daar is Silicon Valley ontstaan van onderaf. Ooit zijn er gesjeesde studenten zijn via een kruisbestuiving tot dat gekomen wat nu een enorme groeibriljant is gekomen. En het WFC, dat is eigenlijk de omgekeerde richting die men wil bewandelen. En dat vind ik uiterst riskant. Mevrouw Veldman? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk Silicon Valley, dat zie ik best voor mij als we een beetje ons best doen. Als Food Valley, maar dan in Ede. Wat we nu doen is onderzoeken hoe we het bedrijfsleven kunnen betrekken en kunnen committeren om er een flinke investering in te doen en die Food Valley misschien wel zoals Silicon Valley te laten worden. En ook nieuwe, jonge talenten, start-ups en bedrijven de gelegenheid geven om hier tot wasdom te komen en om er iets moois van te maken. En daar zullen we baat bij hebben als gemeente, als inwoners van deze gemeente. Meneer De Haan, we hebben dus baat bij een World Food Center, hoort net. Ja, start-ups krijg je alleen maar als je van onderaf, dat is nu bij wijze van spreken ook het geval op het voormalige marineterrein in Amsterdam. Daar wil men bij wijze van spreken ook ten doelstelling om tot een soort Silicon Valley te komen. Maar men begint dan met start-ups. Denk maar aan de recent geopende TomTom School. Waarbij niet zozeer met studieboeken wordt gewerkt, maar gewoon in de praktijk jonge lieden gemotiveerd wordt om innovatieve dingen te bedenken. En dat vind ik wel zo praktisch en minder risicovol dan de plannen hier met het WFC. Mevrouw Veldman, het is een groot risico, hoor ik net. Nou, je moet altijd heel zorgvuldig je pad bewandelen of je de juiste keuzes maakt en besluiten neemt. En als je dat zorgvuldig doet, dan minimaliseer je het risico. Dat staat voorop. En wij denken dat ook start-ups, maar ook grote ondernemingen, en die hebben zich al gecommitteerd of hun interesse in ieder geval uitgesproken, juist heel veel gelegenheid kunnen krijgen als we dat goed faciliteren als gemeente. Maar meneer De Haan, ik proef hieruit van nou, er zijn mogelijkheden, maar het kost wel heel veel geld. Nou, als ik laatst keek naar de uitzending van TV Gelderland, waarbij een soort verkiezingsdebat werd gehouden. En waarbij een jonge wethouder hier vandaan met twee bobo's aan tafel zaten. Toen heb ik daar met een heel ander oog naar gekeken. In de zin van, hier zitten een aantal bobo's arrivé. Aan tafel. Gearriveerde bobo's die het heel gemakkelijk kunnen vertellen, mits ze maar een zak geld hebben. Maar de onderliggende partij, en dat vond ik heel jammer voor Ede, was wel de wethouder. En daar heb ik me toch een beetje bij achter de oren gekrapt, van dit gaat niet en komt niet goed. Mevrouw Veldman, gaat het wel goed komen? Ja, wat ik net zeg, als je een zorgvuldig pad bewandelt, als je de raad goed betrekt, als je goede voorwaarden stelt aan je financiering, dan gaat het goed komen. Sterker nog, dan hebben we goud in handen. Dus ik begrijp het verhaal niet zo goed wat meneer De Haan van 65PLUS net zegt. Een beetje ingewikkeld, terwijl we het juist hier deden om het eenvoudig uit te leggen en dicht bij de mensen te brengen. Als je het goed doet, dat is wat de VVD zegt, dan heb je goud in handen. Maar u zegt als. Klopt, het staat er nu nog niet. Dus als we moeten ontwikkelen, want we willen ergens naartoe,
dan moet je gaan plannen en dan moet je verschillende stappen nemen. En dan is het nu nog alles, want het staat er nog niet. Maar wanneer moet het komen te staan? Wat ons betreft spoedig. Maar zoals gezegd, een zorgvuldig proces is belangrijk en we willen eerst commitment van het bedrijfsleven. Meneer De Haan, als u hier ook op deze plaats zit als raadslid, stemt u dan voor of tegen een World Food Center? Nou, uiteraard tegen, want er is sowieso een verkeerde procedure toegepast. Vroeger heb ik geleerd, dat heette venture management, om bij wijze van spreken minimaal 7 stappen te gebruiken. Om daarmee een ontwikkelingsfase door te gaan, waarbij je na elke stap zegt een go of een no-go. En ik hoor hier steeds geen no-go of no-go. Het plan wordt alleen maar meer en meer raakt het verwaterd. En er blijft straks niks van over. Bovendien een heel ander aspect waar niet aan gedacht is. We kunnen straks wel een World Food Center krijgen. Maar dat is zo ver van het centrum van Ede vandaan dat de winkeliers daar zullen er geen enkel voordeel bij hebben. En dat vind ik een misser. Mevrouw Veldman, u mag hier nog heel kort op reageren. Ja, ik vind het heel makkelijk om te zeggen nee, want het klopt allemaal niet en het loopt niet goed en er is een verkeerd proces bewandeld. Waar de kracht zou zitten, is als je gedurende dat proces en je ziet dat het verkeerd gaat, interventies pleegt en zegt het moet anders. En dat is wat de VVD heeft gedaan. In 2014 lag er een plan voor, hebben wij met de raad, met de steun van de raad, de kaders weten te scheppen om de volgende stap te maken. En dat is precies zo'n go-no-go moment waar u het over heeft. En gisteren, of 8 maart, moet ik zeggen, want het is nu vandaag misschien niet gisteren als het uitgezonden wordt, hebben we exact hetzelfde gedaan. Weer een motie die door een ruime meerderheid van de raad is gesteund om op het juiste moment kaders te stellen. En dat is wat we doen als raad. Moeten we wel goed betrokken worden en daar zijn we ook scherp op. Dus de stelling, het World Food Center is een geldverslindend luchtkasteel. Ja, wat vinden de andere partijen ervan? Ja, hier zijn wij het niet mee eens. We denken dat het World Food Center een uitgestekende kans is voor Ede. Een kans om werkgelegenheid te creëren. En een kans om ons imago als foodstad van Nederland en van de hele wereld, wat ons betreft, te versterken. Dus nee, we zijn het hier niet mee eens. Ik ben het hier wel heel erg mee eens. We zitten als raad al 4 jaar te wachten op het bedrijfsleven. Die moeten 25 miljoen meedoen. Er is nog geen kwartje overgemaakt. Er zijn wel een aantal managers of CEO's die dure diners hier hebben gekregen. En er zijn een aantal hele dure adviesbureaus die ook dit circus allemaal in de lucht houden. En het bedrijfsleven zelf heeft nog geen kwartje geschoven. Dus laten die eerst maar eens over de brug komen. En ik vind dat de gemeente daar ook een duidelijke deadline in moet gaan stellen. Anders zitten we over 8 jaar hier nog te wachten. Gisteren werd bekend dat het bedrijfsleven 25 miljoen gaat investeren in het World Food Center. En eerder werd al bekend dat de provincie 15 miljoen gaat investeren in de gemeente Ede. Dat zijn keiharde investeringen in de Edese economie, in Edese banen. Dan ga ik niet zeggen dat is geldverspilling. En ja, een luchtkasteel bij de SGP zeggen ze volgens mij af en toe wel eens van ja, als je met beide benen op de grond blijft staan, dan kom je geen stap vooruit. En dat is misschien hier ook wel van toepassing. Nee, het WFC is een experience en research voor voedselvoorziening voor de hele wereld. En dat aspect, dat spreekt de SGP erg aan. En daar moet je het eigenlijk ook bij houden, want het is wel goed voor de werkgelegenheid, maar je moet er geen attractiepark van maken. GroenLinks beoordeelt dit soort plannen altijd op de meerwaarde voor de gemeente Ede, voor de inwoners van Ede en ook in hoeverre zij betrokken zijn hierbij. We hebben het ook nu een aantal jaar dit plan langs zien komen en zien het eigenlijk steeds meer uitgekleed worden, ondanks de verhalen die we gisteren net weer hoorden, maar er is nog concreet weinig gebeurd. Wij vinden eigenlijk dat dit soort initiatieven moeten gewoon passen bij Ede, bij de duurzame en groene imago van Ede. Het brengt overigens ook weer heel veel drukte met zich mee, dus dat vinden wij ook niet heel aantrekkelijk. En wat ons betreft, als dit plan niet doorgaat, wordt het gewoon een mooie duurzame woonwijk en een cultuurkazerne wordt er gevestigd in de Mauritskazerne. Ja, wat het CDA betreft is het World Food Center een mooie kans voor Ede. Denk aan de combinatie die we hebben met de Wageningen Universiteit hier iets verderop. Dat kan samen een hele mooie kracht zijn voor de regio. Wel moeten we heel goed opletten. We moeten opletten dat het World Food Center geen gemeentelijke afdeling wordt. Dus dat we niet alleen maar gemeenschapsgeld daarin stoppen. Dus bij het CDA is het heel duidelijk. Zonder bedrijfsleven geen WFC. Het bedrijfsleven zal, net zoals de overheid, zo'n 20 tot 25 miljoen euro op tafel moeten leggen. Ja, als ChristenUnie kijken we naar Ede en dan zeggen we leven niet meer in de tijd dat iemand besluit hier het leger te vestigen. Of dat iemand anders besluit, een industrieel, om de NK hier neer te zetten.
We moeten zelf zorgen voor onze economische ontwikkeling. En met het WFC kiezen we zelf. Kiezen we gericht voor voedselgerelateerde bedrijven en onderzoek. En dat levert banen op voor Ede. Dat betekent een uiterste inspanning van deze gemeente om het WFC te realiseren. Maar zeker ook een inspanning van bedrijven om dat te doen. Samen optrekken, vinger aan de pols, geen geld verkwisten. Nou, vooralsnog willen we het niet onder deze noemen scharen. We zijn wel bezorgd over de bijdrage van het bedrijfsleven. We constateren ook dat de ambitie naar beneden is bijgesteld. En wij denken dat Ede wel de potentie heeft om daar iets van te maken. Maar voor burgerbelangen is het wel belangrijk dat we daar niet oneindige middelen voor beschikbaar stellen en geen extra middelen meer naartoe laten gaan. Nee, zo mag je dit niet noemen. Dat is een self-fulfilling prophecy, een negatieve titel. Een buitengewoon interessant gebied om een voedselcampus te realiseren. Het is waar, we stonden lang in een paradeur met het bedrijfsleven. Dat lijkt inmiddels een tango te worden. Overheid, provincie en Wageningen verdienen op zijn minst een welgemeend enthousiasme van onze kant als gemeente. Afhaken is onomkeerbaar en wij vinden die 5 miljoen een schrandere belegging. En dat kunnen we uitleggen. Wij zien de ontwikkeling op het World Food Center terrein in de relatie met de Wageningse Universiteit en Wageningen. En wij denken dat we in de komende jaren de samenwerking daarmee moeten koesteren, omdat er enorm veel nieuwe werkgelegenheid kan ontstaan in het gebied bij het station Ede-Wageningen. Nieuwe werkgelegenheid is hard nodig in de komende 10 tot 15 jaar, want we zullen meemaken dat de uitstoot van werkgelegenheid alleen maar toeneemt vanwege automatisering en robotica. De investering in een World Foods gebied daar is dus goed en verantwoord. Het World Food Center is een geldverslindend luchtkasteel. De meningen zijn daar, zijn we het met elkaar eens en soms ook weer niet. En ja, nou, ik denk dat we duidelijk hebben gesteld hoe of wat. Dan wil ik naar een onderwerp gaan wat al jaren speelt. Er zijn pittige debatten hierover geweest in deze raadzaal. Volgens mij speelt het al vele jaren. En het dossier kan nog steeds niet gesloten worden. Voor de volgende stelling wou ik graag naar voren roepen mevrouw Ellen Oud van GroenLinks en meneer Jan-Pieter van der Schans van het CDA. Een dossier, de Parklaan, is een dossier wat al tijden rondwaart, zo gezegd. De Parklaan is de ideale oplossing voor een van de grootste verkeersknelpunten in Ede, het kruispunt bij het ziekenhuis Gelderse Vallei. Meneer van der Schans, in het programma Dilemma op EdenTV gaan we zien dat u bereikbaarheid heel belangrijk vindt. Is daarom de Parklaan ook van groot belang en is dat de oplossing? Nou, ik ben het helemaal met je eens. De Parklaan is van groot belang. Het is heel erg belangrijk dat we de komende jaren die Parklaan aanleggen. Het is vooral voor de wijken Enka, maar ook voor de wijken rondom het kazerneterrein van groot belang dat je daar fatsoenlijk met de auto van en naartoe kunt. Of dat nu richting Ede is, vanaf de N224 naar bijvoorbeeld Arnhem, of je pakt de snelweg richting Utrecht. Dus het is van groot belang dat die Parklaan wordt aangelegd. Alleen daarmee lossen we de knelpunten bij het ziekenhuis niet op. De komende jaren zullen er zo'n 10% meer auto's gaan rijden rondom het ziekenhuis. Met de Parklaan neemt dat iets af. Daarmee verlichten we iets de pijn rondom het ziekenhuis. Dus dat betekent wat het CDA betreft dat niet alleen de Parklaan zal moeten worden aangelegd, maar dat we ook het kruispunt rondom het ziekenhuis aan moeten pakken. Want er staan nu al veel files en je staat daar rond de spits vaak vast. En als daar alleen maar meer auto's bij komen, zul je daar als gemeente, en dat wil het CDA dus ook, extra maatregelen moeten nemen. Mevrouw Oud, dat betekent, als ik meneer van der Schans goed heb begrepen, meer asfalt. Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat u daar hoofdschuddend naar hebt geluisterd. Ja, dankjewel. Nou ja, de Parklaan is dan inderdaad asfalt, maar er zal dus nog blijkbaar meer asfalt bij moeten komen. Voor ons is dit ook niet de oplossing, want de Parklaan komt uiteindelijk in de plannen zoals die er nu liggen uit op hetzelfde kruispunt op de poortwachten. Dus alles komt daar toch weer bij elkaar. We denken wel dat de Parklaan, maar in de tweebaansvariant, een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor de wijken waar nu zeg maar de Torenplaan en de Zandlaan overbelast worden. Maar tegelijkertijd, nou, wij zijn in ieder geval niet voor de vierbaansparklaan. En dat is, mogen dat duidelijk zijn, hebben wij ook tegengestemd. Omdat wij vinden dat daar veel te veel groen natuur voor moet wijken. En dat daar de leefbaarheid van de mensen die daar omheen wonen wordt aangetast. En dat er geen goede fietsgelegenheid wordt gecreëerd daarmee. Want wij willen graag aan twee zijden van de weg
een fietspad. Dus dat is voor ons geen optie, de vierbaans. Tegelijkertijd denken we dat er heel veel verkeersknelpunten, inderdaad door het kruispunt op de, bij de Dreeslaan aan te pakken, door bijvoorbeeld de verkeerslagen te scheiden, hè, dus fietsverkeer te scheiden van autoverkeer, bijvoorbeeld door verdieping. Maar ook om Groene Golf hebben wij een tijd geleden raadsvragen over gesteld, om Groene Golf daar voor elkaar te krijgen, zodat het verkeer goed door kan stromen. Er zijn door de werkgroep Parklaan Anders ooit ook alternatieven benoemd in het westen, om te kijken of je op een andere manier daar de knelpunten kunt oplossen. Dus de Parklaan is misschien als ontsluitingsweg een oplossing, maar niet voor dit kruispunt. Maar meneer Van der Schans, is jullie het wel als oplossing? Nee, ik zei net twee dingen. De Parklaan is heel hard nodig om met name het oostelijke gedeelte van Ede te ontsluiten. Maar het is niet de oplossing voor het probleem rondom het kruispunt bij het ziekenhuis. Want ook bij de aanleg van de Parklaan zal de verkeersdruk rondom het ziekenhuis toenemen. Dat is gewoon omdat Ede groeit, er rijden meer auto's. Dus dan zul je ook andere maatregelen moeten nemen. En wat het CDA betreft, nou, daar is de afgelopen periode onderzoek naar gedaan. Hoe kunnen we het knelpunt bij het ziekenhuis oplossen? Nou, dat kun je doen door verschillende lagen. Dus door bijvoorbeeld een tunnel, als je vanaf de snelweg komt, direct door te kunnen rijden. Richting Veldhuis. Daar liggen plannen voor. Ja, die kosten veel geld, maar het CDA is bereid om die kosten te maken. Omdat dat knelpunt, nou, je zult daar maar iedere avond in de file staan, of iedere ochtend als je van of naar je werk komt. Dan moet de gemeente, wat het CDA betreft, oplossen. En dat kost geld, maar dat hebben we daarvoor over. Nou, mevrouw Hout, ik hoor hier een oplossing met heel veel nullen achter de komma. Nou, ik denk dat wij elkaar in het oplossen van de problemen met het kruispunt zeker kunnen vinden. Maar GroenLinks wil ook nog een andere... Dat vind ik toch mooi. Dat vind ik toch mooi dat GroenLinks het met ons eens is dat we meer asfalt moeten aanleggen, nee, om de problemen bij het kruispunt bij het ziekenhuis op te lossen. Want meer, ja, die auto's moet je ergens kwijt, mevrouw Oud. En daar is dus meer asfalt voor nodig. Nee, daar is het scheiden van de verkeerslagen voor nodig. En meer asfalt is GroenLinks zeker niet per se voorstander van, omdat het ook over het algemeen niks oplost. En wij willen eigenlijk aan de andere kant beginnen. Namelijk om eens te kijken in hoeverre wij nou het autoverkeer terug kunnen brengen of op een andere manier kunnen inrichten. Want die wegen die meneer Van der Schans heel graag wil toevoegen, dat asfalt, dat ligt gewoon 23 uur per dag zwart stil erbij. En alleen in die uren, 's ochtends vroeg en 's avonds in de spits, is het misschien een noodzakelijk kwaad. Maar het is, ik denk dat we met creativiteit ook ver kunnen komen om te kijken hoe we zeg maar andere oplossingen kunnen verzinnen om het autoverkeer, wat blijkbaar nog groeiende is, of tot stilstand te brengen, of terug te brengen, of op een andere manier te laten doorstromen. Er moet van alles mogelijk zijn. We zijn met allemaal mensen bij elkaar die dat zelf kunnen bepalen met elkaar. Asfalt maakt alleen maar problemen groter. Straks als die Parklaan aangelegd zou kunnen worden, kan bijvoorbeeld het sluipverkeer vanuit Bennekom ook alleen maar erger worden. Dus waar je iets oplost, kan je aan de andere kant weer een probleem creëren. Dus wij zien dat niet per se als oplossing, asfalt toevoegen. Daar komt het op neer. Nou, meneer Van der Schans. Ja, ik bekijk het heel simpel. Als je daar vervoersstromen wil scheiden, dan zul je daar toch extra asfalt voor neer moeten leggen. Want die gaan niet over het gras en die gaan niet over de plantsoenerij, die extra auto's. Je zult ze ergens kwijt moeten, mevrouw Oud. En die moeten toch echt fatsoenlijk over asfalt heen. Maar wat u net zegt, vind ik wel interessant. Daar straks zei u, ja, die 24-uurseconomie, dat is nou eenmaal een gegeven. Daar kunnen we niks meer aan veranderen. En nu zegt u eigenlijk van, nee, wij moeten tegen onze inwoners gaan zeggen dat ze hun gedrag moeten veranderen. Wat is het nou? Zegt u van, nou, we nemen eigenlijk alles gewoon als een gegeven. Of we zeggen tegen onze inwoners, u moet dingen veranderen. We zeggen tegen onze inwoners dat zij bewust moeten leven. En dat hoort, hè, de 24-uurseconomie, dat weet u zelf ook, dat is gewoon, dat bestaat. Het maken van en gaat keuzes. Nee, maar het gaat over, toen wij die zondagsopeningsdiscussie hadden, ging het over in hoeverre ondernemers daar nog mee kunnen concurreren. En die konden daar niet meer tegen op concurreren. In dit geval gaat het ook over wat voor soort gemeente wil je zijn. En wil je een gezonde en groene gemeente zijn, zoals GroenLinks graag wil. Dan betekent dat je ook je gedrag op een bepaalde manier moet aanpassen. We gaan het straks over afvalscheiding hebben. Nou, in dit geval gaat het ook over je gedrag in het verkeer en de luchtkwaliteit. Hebben we daar invloed op hoe gezond wij onze gemeenschap hebben en hoe veilig. Dus het werkt twee kanten op. Aan de ene kant moet je knelpunten oplossen. Dat hebben wij dus voorgesteld, ook met die Groene Golf, hè, onder andere. En ik denk dat bijvoorbeeld verkeersremmende maatregelen en verkeerscontroles op de plekken waar het nu allemaal spaak loopt, absoluut noodzakelijk zijn op dit moment. Maar aan de andere kant van het spectrum moet je ook gaan kijken waar zijn we eigenlijk mee bezig met het laten groeien van het autoverkeer en met toevoegen van asfalt en met verwijderen van bomen en de lucht vies maken. Volgens ons zijn er dus twee manieren. Dus ik hoop dat het CDA daar over mee wil denken. Om beide kanten van het verhaal
erbij te betrekken. Meneer Van der Schans, tafelronding? Natuurlijk is het CDA bereid om daarover na te denken. Dan hoop ik dat mevrouw Auto ook dat is bij die 24-uurseconomie. Of we daar ook wat verandering kunnen teweeg brengen. Maar wat het CDA betreft is het helder. Als we kijken naar al die mensen die 's ochtends en 's avonds in de file staan rondom het kruispunt bij het ziekenhuis, dan is de stelling van het CDA heel duidelijk. We gaan daar de komende jaren voor oplossingen zorgen. En we gaan ervoor zorgen dat de verkeersdoorstroming rondom het kruispunt bij het ziekenhuis wordt verbeterd. Kortom, of de Parklaan een oplossing is, u verschilt beide van mening. Hartelijk dank. De stelling dus nogmaals. De Parklaan is de ideale oplossing voor een van de grootste verkeersknelpunten in Ede. Het kruispunt bij het ziekenhuis Gelderse Vallei. De Parklaan is absoluut noodzakelijk. Noodzakelijk om de nieuwe wijk NK en de nieuwe wijk boven de kazerneterreinen te ontsluiten. Het is noodzakelijk om de Emmalaan, Torplaan en Zandlaan van Halslaan te ontlasten. Die staan erg vol en druk. En het gaat een beetje helpen bij het kruispunt met het ziekenhuis. Dus wat ons betreft, die Parklaan zo snel mogelijk aanleggen. Ja, ik denk dat iedereen zo snel mogelijk de Parklaan wil aanleggen. Maar die zit vast op Natura 2000 wetgeving. We zitten hier nou eenmaal dicht op de Veluwe, dat is een heel mooi natuurgebied. En de landbouw zit daar ook op vast en dan moet je juridisch gezien langs de programmatische aanpak stikstof, weet ik toevallig heel veel vanaf, ligt nu bij het Hof in Brussel. En ik vraag me af of die Parklaan ooit aangelegd mag worden. En ik denk dat we daar als gemeente een keertje keiharde lobby op in moeten zetten. Ja, in Ede-Oost hebben we heel veel huizen bijgebouwd en gaan we nog heel veel huizen bijbouwen. En dat betekent dat je realistisch moet zijn en dat je ook een oplossing moet zoeken voor al het verkeer dat eruit komt. En dan kun je het er heel lang over hebben hoe we dat het beste kunnen gaan doen. En geloof me, dat hebben we ook gedaan in de afgelopen jaren. Om ervoor te zorgen dat fietsers het beste een plek krijgen, dat we het beste in het groen kunnen plaatsen. Maar op een gegeven moment moet je die discussie ook een keer af kunnen sluiten na al die jaren en kijken wat de prioriteiten zijn. En wat ons betreft is dat de verkeersveiligheid. En nu zie je het met de dag onveiliger worden. Ja, de Parklaan is nodig voor een goede verkeersdoorstroming. Er komen vele woningen bij, dus je moet ook wat. En dan heb je ook te zorgen voor goede ontsluitingen. Voor het kruispunt bij het ziekenhuis zijn andere maatregelen nodig. En die zijn inderdaad heel hard nodig. Ja, de Parklaan is hard nodig om de groeiende wijken en het groeiende aantal inwoners dat we hier hebben en krijgen goed van en vlot van A naar B te kunnen laten gaan. Want we vinden dat dat belangrijk is. Dat is prettig voor de mensen als je naar je werk gaat of terugkomt, niet vast komen te staan. Dus goed om die Parklaan te realiseren. Of het de oplossing wordt voor het kruispunt bij het ziekenhuis is de vraag. Maar dat moet ook zeker aangepakt worden om de doorstroom te bevorderen. Ontsluiting Ede-Oost mag wat ons betreft niet te veel tijd kosten, dus snel starten met een tweebaans oplossing inclusief fietspaden en ruimte openhouden voor een uitbreiding voor vier banen op termijn. ChristenUnie, dit debat hebben we al vaak gevoerd over de Parklaan en de Parklaan is hard nodig met nieuwe woonwijken als NK en kazerneterreinen. Mensen die vandaag de dag in de file staan op de Eikenlaan en op de NK om hun wijken uit te komen, moeten denken aan GroenLinks en drie bezwaarmakers in deze gemeente die de Parklaan tot nu toe kunnen tegenhouden. Laten we alsjeblieft heel snel zorgen dat die Parklaan aangelegd mag worden, dat de bezwaarmakers hun bezwaren intrekken en de inwoners van Ede even lucht en ruimte geven. Nou, regeren is vooruitzien. Er worden wijken bijgebouwd. De verkeersdrukte is nu al druk. Ja, het is belangrijk om als overheid daarop in te spelen. En ja, we hebben er heel zorgvuldig naar gekeken en kunnen eigenlijk alleen maar constateren dat die Parklaan gewoon nodig is. En als we dat niet doen, dat het anders drukker wordt in de rest van Ede. Dus ja, van ons mag die aangelegd worden. Met ledenogen en met respect voor de rechtsgang hebben wij de vertraging van de Parklaan beleefd. Ede-Oost en Ede-Zuid smachten naar een ontsluiting van dit kaliber. En we onderschrijven ook het belang van vervolgtrajecten als een ongelijke kruising bij de Dreeslaan en Toroplaan. Ede heeft heel veel soorten mobiliteit, maar is natuurlijk meer dan snelle fietsen alleen. De Parklaan past bij de gebiedsontwikkelingen en geeft lucht aan de gemotoriseerde bewoner en MKB'er. We hebben het vaak over milieu en natuur, over luchtkwaliteit. En dan zijn files dragen enorm bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Vandaar dat het hard nodig is met alle ontwikkelingen in Ede om de Parklaan aan te leggen. Enerzijds het hard nodig om het kruispunt bij het ziekenhuis aan te pakken, om in ieder geval ervoor te zorgen dat het verkeer normaal kan doorstromen. Een onderwerp wat denk ik in Ede enorm leeft op dit moment. We zijn sinds 2 maanden zijn we bezig om
als ik de berichten die we kunnen lezen in Ede Stad en die we kunnen zien op Ede TV en kunnen horen op Ede FM, leeft het enorm onder de burgers. Het nieuwe afval inzamelen. Het nieuwe afvalinzamelingssysteem is omslachtig en levert de burger niets op. Ja, meneer Leijlmeijer, wat vindt u ervan, van die stelling? De ChristenUnie heeft gekeken naar het afvalprobleem van de gemeente Ede. En wij als Edenaren produceren 200 kilo per inwoner per jaar aan restafval. Dat is ongeveer van hier, vrachtwagens van hier tot aan de John Frostbrug in Arnhem. Jaarlijks. Terwijl als je goed kijkt wat erin zit, dan blijkt van die 200 kilo er maar 17 kilo echt restafval te zijn. Wat verbrand moet worden. En laten we nou met zorgen dat we met z'n allen dat afval, die afvalberg, naar beneden brengen. Daarvoor hebben we een systeem opgetuigd dat ons helpt te scheiden bij de bron. Zodat al die spullen die je herkant gebruiken, schoon en zo schoon mogelijk uit kunnen komen. Zodat we schone materialen opnieuw kunnen gebruiken. We hebben geen grondstoffencrematorium nodig, zoals een afvalverbrandingsinstallatie. Want grondstoffen kunnen we opnieuw gebruiken. Wij willen graag een wereld creëren die we over kunnen dragen aan onze kinderen. En dat begint bij heel bewust om te gaan met wat je weggooit. Meneer Van Druiten, heel bewust omgaan met hetgeen wat we weggooien. Ja, dat. Wat vindt u ervan? Ja, dat is ook de enige winst die we hier hebben. Dat je inderdaad meer afval bewust wordt. Voor de rest heb je er ook een hoop ergernis bij. En voor de burgers is het een van de grootste fiasco en ergernissen die er op dit moment speelt in deze gemeente. Het is bovendien helemaal niet functioneel. Het heeft meer een opvoedkundig element. De CO2-namen zal toenemen, want we moeten nu 4 bakken legen. Dus er zullen nu 4 auto's door de gemeente heen rijden. We moeten 4 rondes maken in plaats van 3. En dan kunnen er wel minder bakken aan de weg staan, maar die ronde moet toch gemaakt worden. Of ze nou 2 bakken legen op zo'n straat of 3 of 4 bakken, dat maakt niet uit. Dus dat, ja, de CO2-toename neemt toe. Bovendien is nascheiding veel effectiever, want een computer kan namelijk veel beter scheiden dan een mens dat kan doen. Een computer kan zich ook niet vergissen, die kan zich ook niet bewust vergissen. Dus het is bovendien ook gemakkelijker, want het geeft ook heel veel ergernis. Nog los even van de ruimte, want mensen zien hun eigen kleine tuintjes veranderen. En ik zag het ook weer met het flyeren, ze staan vol met afvalbakken. En ja, het ontsiert gewoon de boel. Het is wel heel mooi hè, dat meneer Van Druiten zegt, die CO2, daar maakt zich heel erg zorgen over. Welke plekken in Nederland kunnen we dan ons afval gaan brengen om na te scheiden? Nou, u heeft ze misschien niet. Harlingen, Rotterdam en Amsterdam is er eentje aan het bouwen. Daar gaat uw CO2 om al uw afval daarheen te brengen. We brengen het dichtbij, we brengen het in vlakbij Nijmegen, bij Beuningen. Daar gaat ons afval heen. Maar volgens mij heeft u een ander probleem. En dat probleem is dat u geen zin heeft in afvalscheiding. U gooit het liever, u kiept het liever alles in één keer in de container. Dat hebben we tot nu toe gedaan. En weten wat er gebeurde? Ik sta thuis dat plastic eruit te halen, het papier eruit te halen. Kijken of daar niet wat textiel nog eruit kan zijn. En u gooit thuis alles in die kliko. En aan het eind van de maand krijgen we een rekening. En zeggen ze, ja, u heeft zoveel afval geproduceerd. En ik zeg, maar ik heb helemaal niet zoveel afval geproduceerd. Dat heeft meneer Van Druiten gedaan. Ja, meneer Van Druiten zegt, ja, weet je, betaal maar lekker mee, meneer Meijer. Nou, dat doen we dus niet meer in Ede. Als u zo graag niks wil scheiden, prima, ga je gang. Alleen je krijgt wel de rekening. Meneer Van Druiten, gaat de rekening krijgen? Hoor. Nou ja, kijk, hij wekt het beeld dat het goedkoper wordt. Maar het is helemaal niet goedkoper. Zelfs nog, voor grotere gezinnen is het nu duurder. Want die kunnen gewoon niet met minder afval aan. Dus die hebben gewoon restafval wat ze moeten aanbieden. Dus uiteindelijk, 200 kilo en waarvan 70 kilo echt restafval is. Ook grote gezinnen kunnen terug naar veel minder afval. En dat betekent dat ze veel minder hoeven te betalen. Maar u dus overvraagt degene die goed afval scheidt, blijft met een klein beetje over wat hij moet betalen. En voor grote gezinnen is vaak het probleem luiers. En voor, juist voor de luiers hebben we een oplossing gevonden. Met luier inzamelpunten. Ja, dan kunnen ouderen met luiers kunnen dan lekker gênant naar zo'n container toe om hun luiers in te doen. En u weet dat we voor ouderen met luier, met incontinentieproblemen, die krijgen een korting op hun afvalstoffen. Want we weten ook wel dat deze mensen niet naar een luier inzamelpunt gaan. Dus juist die mensen met medische problemen zijn we tegemoet gekomen. Omdat we heel goed begrijpen dat we deze mensen tegemoet moeten komen. Maar wat u niet beseft, waarom heeft u geen zin om een beetje te denken aan uw kinderen en een betere wereld na te laten en gewoon dat plastic eruit te halen? Met nascheiding haal je precies hetzelfde resultaat. Dan moeten we naar Harlingen of naar Rotterdam of naar Amsterdam. Dan moeten we desnoods naar Harlingen of Amsterdam.
u over vraagt. Want burgers zijn juist heel erg bewust al met scheiden. En heel veel klachten hebben we hierover gekregen. En die mensen zijn allemaal keurig aan het scheiden als het gaat om papier, om glas. Alleen tegenwoordig, om het afval te kunnen scheiden, moet je bijna een afvaldeskundige zijn. En u over vraagt, want een chipszakje mag je er wel niet in gooien. Ja. Ofwel, ik moet het zelf nog opzoeken. Nou, ik word er zelf ook helemaal krankjongeren van. Als ik gewoon iets weggooi, dat ik daar een hele wetenschap van moet maken. En welke bak dat wel niet moet. Maar ik ben heel dat werkt duurzaam. Ik ben helemaal met meneer Van Druijten. Helemaal meneer Van Druijten eens dat we moeten kijken naar degene die onze verpakkingen maken. Dat de mensen die onze chipszak aan het maken zijn, dat die op een verkeerde manier bezig zijn. Maar ga daar dan mee aan de slag. Nee, ga niet dat probleem bij de burgers neerleggen. En dat doet u. Maar dat doen we. Samen doen we dat met de burgers. Want als we met z'n allen last hebben van die chipszakken, gaan die chipsfabrikanten echt wel wat anders doen. Maar nog even over die nascheiding. Nee, leg dat probleem bij de burgers neer, want die moeten maar gaan scheiden. Meneer Van Druijten wil nascheiding. En het is een fantastisch systeem als het zou werken. Maar we zijn in dit land aan het experimenteren met nascheiding. En welke steden doen mee? Die steden die veel te weinig ruimtes hebben voor kliko's. Nee, Den Haag, het is niet effectief. Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Effectief. En die doen bronscheiding in de wijken waar het kan. En in de wijken waar ze heel veel hoogbouw hebben, zoals wij ook in Ede. Ja. Daar kun je geen bronscheiding doen. Precies. En die sturen ze dan naar de nascheiding. Wij hebben gelukkig maar weinig hoogbouw. We zijn geen Utrecht, Den Haag of Amsterdam. En wij kunnen zoveel mogelijk bronscheiding. Wij hebben relatief veel hoogbouw. We zijn geen plattelandsgemeente, want we hebben relatief heel veel hoogbouw. Heel veel appartementen waar het allemaal niet op gaat. Loop een keer het centrum in, kijk even hoeveel appartementen hier zijn. Ik denk dat u toch echt eens meer de straat op moet. Want het is leuk om zo'n plan uit te denken achter zo'n tekentafel. En die duurzaamheidsmantra bij iedereen proberen er doorheen te drukken. Maar de burgers hebben er tabak van. Het mooie is dat de mensen die in de hoogbouw wonen geklaagd hebben dat zij niet mee mogen doen met afvalscheiding. En we zijn aan het kijken om ze te helpen, zodat ze wel afval kunnen scheiden. Mensen die jarenlang in een laagbouwwoning hebben gewoond en omdat ze op leeftijd zijn gekomen in een appartement gaan wonen, zeggen tegen mij, leer het ons nou niet af. Geef ons de mogelijkheid om ons afval te scheiden. Want, ja, wij zijn wel oud, maar die wereld is voor onze kinderen. Dus maar heeft u ook gezien dat het afval daar neer wordt gezet, omdat er tegenwoordig bij ondergrondse containers hoe vol dat ligt? Omdat mensen dat daar maar neergooien, omdat ze er niet voor willen betalen. Daarom om het in bakken te doen. Want u leeft op een hele andere planeet. Nee, u bent helemaal niet van de realiteit. Daarom en dat kan. U wordt het absoluut vanavond niet eens. Ik heb nog twee vragen ter afronding. Meneer Van Druijten, u zegt, ik hoor diverse klachten. Noemt u ze drie? Nou, wij horen. Heeft u tegen mij? Vraagt u aan mij? Nou, we hebben nog nooit zoveel mail gehad, meneer Bolt. Het leeft heel erg. Zelfs ChristenUnie-stemmers overwegen onze stemmen. Dus dat is wel echt een stukje intellectuele armoede aan die kant, denk ik. Nee, maar noemt u eens concreet die krachten? Zwerfvuil. Veel zwerfvuil, zakken die onbeheerd achtergelaten worden. En mensen die gewoon het bijna niet kunnen scheiden. Ook oudere mensen, voor wie het echt een puzzel is om dat afval te scheiden. Die worden er gewoon letterlijk krankjoren van. Ja, ik heb er maar twee gehoord. Nou, dat zijn toch drie punten. Het zwerfvuil en ook het ruimtegebrek van de containers. Want kleine tuintjes, heel veel mensen zijn behept met een klein tuintje. Nou, dat is gewoon een afvalstraat, de tuin. Want je moet wel vier van die kliko's allemaal kwijt kunnen. Meneer Meijer, ter afronding. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, maar wij wonen in de hoogbouw. U haalde net ook aan. Maar wat gaat er nou precies voor de mensen van die hoogbouw? Wat stelt u daarvoor voor? Als er voldoende mensen in de hoogbouw zijn die mee willen doen aan afvalscheiding, dan zetten we daar ondergrondse containers neer, zodat mensen ook hun afval kunnen scheiden. Dus dat gebeurt al in Ede-Zuid. In een van de flats hebben we een plastic pers neergezet om de mensen te helpen om hun afval te scheiden. Dus dat gebeurt al. Misschien nog één puntje. We zijn afgelopen jaar begonnen met de kliko's erbij. Ik had het over die 200 kilo. Die hadden we hier jarenlang en het ging niet omlaag. Het afgelopen jaar zijn we al van 200 kilo naar 168 gegaan. We kunnen in Ede veel beter. Ik geloof dat het komend jaar het naar 130 gaat en daarna nog veel lager. Nou, ik vind het jammer als u zo behept bent met het afval, dat u eerst met een besparing zonder de afvalbakken uit de wijken haalt. Dat u zegt tegen burgers, als u kwaliteit in uw wijk wil, dan moet u zelf maar die bakken gaan legen. En vervolgens gaat u het afvalbeleid op deze manier inrichten. Ik vind het geen reclame. Niet voor duurzaamheid. Ik moet het qua tijd helaas afronden. U wordt het absoluut niet eens. Hartelijk dank. Het is duidelijk. De afvalinzamelingssysteem, dat roept er toch wel veel op. Ik doe zelf aan afvalscheidingen, zeker. En ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. Ik denk dat het van belang is dat we ophouden met onze kostbare grondstoffen te verbranden in afvalverbrandingsovens. Dus dat we die zoveel mogelijk moeten scheiden en hergebruiken. En op dit moment is de beste manier om dat te doen, is dat thuis te doen, dus voor te scheiden. En ja, dat geeft overlast. Dat is niet altijd de meest burgervriendelijke methode. Maar het is wel de beste methode om te zorgen dat we onze grondstoffen en ons milieu zo min mogelijk belasten.
Ja, evenwicht doet ook zeker aan afvalscheiding, maar misschien wel enigszins schoorvoetend. Ik kan niet een vuilniszak in de kliko gooien, welke dan ook, zonder aan wethouder Meijer te denken. Maar toch doe ik het. Ik ben wel gestopt met nascheiden. Maar als het allemaal echt te veel gaat stinken, dan moeten we misschien wel over nadenken of we dit... Ja. Het is een lastig dilemma. Ja, als we met z'n allen afval scheiden, dan levert dat wat op. Hè? Het afval kan wat opleveren omdat je het kan recyclen en het levert winst op voor het klimaat. En D66 vindt dat je die winst eigenlijk weer terug moet geven aan de inwoners die daarvoor gezorgd hebben, die het goed hebben gescheiden. En daarom vinden we dat voor die inwoners de afvalrekening wat omlaag mag. Dat is de theorie. Het moet natuurlijk ook werken in de praktijk. En als dan blijkt dat het helemaal niet voor meer scheiding leidt, of dat het plastic wat we allemaal inzamelen, dat eigenlijk niet gebruikt kan worden, dan moeten we toch weer naar makkelijkere oplossingen gaan kijken. Nee, de burger die helpt mee aan een duurzaamheid. En dat vinden we een goede zaak. Maar we moeten wel oppassen dat het zwerfafval niet gaat toenemen. Als de kosten te duur zijn, dan weet je wat er gebeurt. De invoering van het nieuwe systeem, dat liet helaas veel te wensen over qua communicatie. En dat was een slechte start, maar inmiddels wennen we er een beetje aan. Ja, het huidige afvalbeleid bevalt heel veel inwoners heel slecht. Inderdaad, veel irritaties in je kleine tuintje, veel kliko's. En voor veel mensen in hoogbouw of in ieder geval ook soms te ver lopen met het afval. En soms is er ook gewoon heel veel afval. We dachten dat we het goed gescheiden hadden, maar dan wordt het toch afgekeurd. Dus voor de VVD is het belangrijkste dat we een oplossing kiezen en een afvalsysteem kiezen dat het meest efficiënt is met het beste resultaat. Als dat nascheiding is, dan moet dat nascheiding in Ede zijn. Scheiden bij de bron vergt nu te veel van de bewoners. Met scheiding met behulp van 4 kliko's is een grens van bereidwilligheid van de burger bereikt. Wij voorspellen ook dat wethouder Meijer, respectievelijk Ede Schoon, het druk krijgen. GroenLinks is heel erg voor het scheiden door de inwoners, mede vanwege het bewustwordingsproces en mede vanwege de druk die ze daarmee op de producenten en de winkeliers kunnen leggen. Het systeem is nog niet geperfectioneerd, kan absoluut beter. En bijvoorbeeld kan daar worden toegevoegd dat we naar statiegeld gaan op plastic flessen en op blikjes. Dat scheelt al heel veel in de productie, of zeg maar in de bakken misschien. Dus als je dat toevoegt aan je systeem, dan kan het misschien wat acceptabeler worden voor mensen. Het CDA is er voorstander van dat we zoveel mogelijk afval een tweede keer kunnen gebruiken. En dat betekent dat je goed moet scheiden. We zijn in de gemeente Ede begonnen met het vooraf scheiden met 4 kliko's. Daar kleven nadelen aan, maar er zijn ook voordelen. Wanneer je goed scheidt, kan dat inderdaad ervoor zorgen dat je een voordeel in je belasting hebt. Daar moeten we met elkaar voor zorgen. Wanneer het systeem niet werkt, moet je ook eerlijk zijn en dan moet je andere maatregelen nemen. Vooralsnog is voorscheiden duurzamer, maar de techniek van nascheiding schrijdt voort. Tot die tijd stimuleren we, nee, verleiden we de burgers vriendelijk, meedenkend. En elke euro die we aan de grondstoffen, papier, plastic, bio extra verdienen, moeten we herinvesteren in scheidingscomfort. Dus meer containers bij de ouderen in de buurt bijvoorbeeld. En meer promotie van de ideële doelen. Waar doen we het ook alweer voor? En bedank de burger gewoon eens wat vaker. We hebben al heel wat gezegd over afvalscheiding. En daar kan ik eigenlijk nog weinig aan toevoegen, behalve dan dat we maar een deel van ons afval scheiden. En wat we niet scheiden en waar ik al vanaf 2006 hier binnen Ede mij sterk voor gemaakt heb, is dat we ook het rioolwater wat wij afvoeren ook zouden moeten scheiden in zwart water, grijs water en wit water. Omdat in zwart water ook nog grondstof zit als fosfaat. En dan kunnen we nog warmte uit onttrekken. En als we dus het afvalprobleem echt willen aanpakken per woning, dan moeten we kijken naar restafval en we moeten kijken naar rioolwater. Kortom, over dit onderwerp. Het nieuwe afvalinzamelingssysteem is omslachtig en levert de burger niets op. Daar zijn de meningen zeer duidelijk over verdeeld. En wellicht dat in de komende raadsperiode daar nog regelmatig over gesproken gaat worden. Als laatste wil ik naar voren vragen meneer Peter de Pater van Gemeentebelangen en meneer Alexander Vos de Waal van de Democratische Kiezers. Wij zijn hier in de raadzaal, in het raadhuis van Ede. Ik heb wel eens een politieke partij horen zeggen bij het dilemma de plek, het hart van de democratie. En daarom leek het ons ook goed om met de volgende stelling af te sluiten.
Dankzij de huidige coalitie van CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, D66 en de Partij van de Arbeid gaat het goed met Ede. Houden zo. Meneer Peter de Pater, moeten we dit zo houden na 21 maart, een coalitie van deze vijf partijen? Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een wedervraag. Wat ging er in het hoofd van de redactie om toen ze Gemeentebelangen aanwezen als spokesman van deze coalitie? Dat is voor u een vraag. Akkoord. Wij vinden uiteraard, het is natuurlijk lastig om je eigen vlees te keuren, wij vinden uiteraard dat het op dit moment goed gaat in Ede. Je kunt over de rol die wij als lokale politiek daarin spelen, kun je discussiëren naar hartelust op een vrijdagavond vlak voor 9:30. Belangrijk is om die rol van de politiek enerzijds niet te marginaliseren, maar die bescheiden te houden. Wij moeten in ieder geval de ondernemende mens, de genietende mens, niet tegenhouden. Aan de andere kant moet je hem niet overdrijven. Het is een landelijke, gunstige economische conjunctuur waar we gelukkig bij in verzeild geraakt zijn. En ik weet nog onder welk duister gesternte wij in 2014 gestart zijn met die coalitie. En vanuit dat aanvangsperspectief hebben we het redelijk gedaan. Kunt u dat even uitleggen voor de kijker, lezer en luisteraar, dat donkere, duistere gesteente? Ja, met een enorme zorgtaak, transitiezorgtaak, met een bezuinigingsopdracht en met vijf verschillende kleuren in één pot. En dat is best wel een opdracht geweest. Meneer Vos de Waal, ik heb u in de afgelopen 4 jaar regelmatig toch wat kritisch gehoord over deze coalitie. Dat was ik ook. Waarom? Nou, dat was toch mijn functie ook. Ik zat in de oppositie. En ik heb een controlefunctie uit te voeren. Niet de hele 4 jaar even. En, dan mag je natuurlijk af en toe best wel eens een keer klappen. Dat hebben we ook gedaan. Maar ook heel vaak heel erg kritisch. Omdat je gewoon ziet dat een aantal zaken, in ieder geval wat je teruggekoppeld krijgt als volksvertegenwoordiger vanuit zeg maar de inwoners, niet goed lopen. En in die zin vond ik het vanavond eigenlijk die stelling wel heel bijzonder. Want u zet mij eigenlijk al, u vreemd mij al op, in een positie die voor mij heel lastig is om daaruit te komen. Zoals u de stelling geformuleerd heeft, zeker het laatste stukje van die stelling. Houden zo, zegt u. Ja. De coalitie heeft het gedaan in de afgelopen jaren. Ik denk mede dankzij, en dat was misschien een betere stelling geweest, dankzij Peter de Pater. Peter de Pater was binnen de coalitie, wat ons betreft, de verbindelaar. Peter de Pater niet geweest was, dan had die coalitie het volgens ons niet volgehouden. En daarvoor verdient Peter de Pater alle complimenten in ieder geval vanavond, wat ons betreft. Ja? We kunnen gaan. Nee, maar heel even kort door de bocht. Gaat het nu goed zo, ja of al dan nee? Kijk, wij moeten niet voor goed gaan. Goed is natuurlijk wel goed, maar wij moeten voor excellent gaan. Dat is waarom het draait. We draaien in deze wereld alleen nog maar mee. In de toekomst kunnen we nog alleen nog maar meetellen in Nederland en in de wereld en mondiaal en met ons World Food Center en misschien iets als een World Art Center en wat we ook allemaal world willen noemen, als we excellent zijn. En dat zijn we nog niet in Ede. Nou, meneer de Pater, we zijn nog niet excellent, hoor ik zojuist. Ik heb het idee dat we meneer Vos de Waal wat meer zendtijd moeten geven. Nou zou ik toch heel zakelijk willen zeggen van nou, wat, maar goed. Kunt u eens reageren op meneer Vos de Waal, meneer de Pater? Dat is een zucht naar nog betere kwaliteit en dat is buitengewoon interessant. We hebben ook, op mijn beurt zal ik ook de heer Vos de Waal becomplimenteren. Op het moment dat wij het gevoel hadden binnen de coalitie dat we misschien iets te hoogdravende ambitie hebben, hebben we dat ook op realiteitszin getoetst bij onder andere de heer Vos de Waal. En we hebben in Ede een traditie van zoeken naar overeenkomsten. En dat maakt het misschien voor de televisiekijker wat gezapig. Maar we hebben heel vaak het gevoel dat er een draagvlak alleen onder coalitiepartijen te weinig is. Dus we zoeken naar die breedte. En daar krijgen we ook constructieve tips in. En we zijn misschien ook wat rumoerig gestart. En er is een hele mooie toekomst ook met die instelling, volgens mij, in Ede tegemoet te zien. Spectaculairder dan dat wordt het niet. Ik bedank de heer Vos de Waal overigens voor de complimenten. Meneer de Vos de Waal, wat is er nou in de afgelopen 4 jaar juist wel goed gedaan? Kunt u 3 dingen noemen? Van zaken die goed gegaan zijn? Jazeker. Ik denk dat de hele benadering van het buitengebied, zoals dat gedaan is, dat gewoon buitengewoon goed gelopen is. Dat de handhaving van op de vakantieparken op zich goed loopt. En dat het ook noodzakelijk is in het kader van ons toeristisch beleid
voor de komende jaren. Dat wij de luchtkwaliteit aan het aanpakken zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want de luchtkwaliteit, het is een sluipende moordenaar op het ogenblik, de verslechtering van onze luchtkwaliteit. En in die zin denk ik dat we dat allemaal gewoon heel erg goed hebben gedaan. Maar het zou misschien nog beter zijn om ook eens te kijken van wat zou in de komende jaren nog beter kunnen. En nou, dan denken wij in het bijzonder dat we heel hard moeten gaan werken aan jongerenhuisvesting. Jongeren kunnen steeds moeilijker op een gegeven moment zich zelfstandig huisvesten, omdat die arbeidsmarkt, zeg maar, die giert de pan uit. De huizenmarkt, die giert de pan uit op het ogenblik. Ja. En wij moeten dus wat zorgen dat die jongeren weer een plek kunnen vinden om te kunnen wonen. En betaalbaar te kunnen wonen. We denken dat knarrenhofjes, iets van hofjes voor ouderen, uiteindelijk heel belangrijk worden. Door het afschaffen van onze verzorgingstehuizen is een groep van onze ouderen in een gebied terechtgekomen waarvan je eigenlijk zegt, dat verdienen ze niet. Kortom, die dingen kunnen beter. Dan wil ik toch even naar meneer De Pater. Wat even zelfreflectie, wat ging de afgelopen 4 jaar fout? Ja, dat bedoel ik. Communicatie wou ik zeggen, maar dat ding stond uit. communicatie over... Neem ik aan, verpersoonlijke misschien. Communicatie over verschillende schijven kon aan alle kanten beter. En we tonen dan een aantal jaren een slechte eigenschap op dat gebied misschien. Tonen ook leergierigheid op dat gebied. Ons college heeft wat dat betreft, hoe heet dat de voetbaltermen, stappen gemaakt. Wat we ook beter zijn gaan doen... Heeft het college daar een stappen gemaakt? In communicatie? Ja, in negatieve zin dan? Nee. Het is nog slechter begonnen, meneer Forstenwaal. wij zien ook dat als wij een bepaalde ambitie hebben bij dit college, dat we misschien iets beter nog draagvlak kunnen verkennen. Draagvlak meten, even uit onze bubbel. Maar de verlengde maandenweg, de snelfietsroute door Bennekom heen. Is dat nou communicatie wat we moeten doen? Nou zit ik in een lastig pakket, want snel fietsen, ja, ik moet ook nog even uitvinden wat ons standpunt is. Laat ik zo zeggen, wij hebben daar ook onze vraagtekens bij. Maar je mag wel een gezonde ambitie in 2016... Dat heeft u toch zeker afgestemd in de collegepartijen van tevoren met uw WhatsApp, toch zeker? Ja. Nee, maar wat u vraagt, vertel ik gelijk, hè. Openhartig debat. Als je 2016 met elkaar afspreekt om qua leefbaarheid en mobiliteit in een bepaalde straat veranderingen toe te passen op het moment dat daar het riool open ligt. En pas later blijkt een mogelijk effect op achterliggende wijken. Ja, dan betrek je die wijken bij het overleg. Het college zegt van ja, kom erbij. Maar je zou toch bij een integrale benadering, zou je dat toch anders verwachten, toch zeker? Ja, misschien is het college ook... Met zoveel ambtenaren waar we zoveel in investeren. Ja, het college 10 miljoen heeft, extra dit college jaar. Heeft de neiging om veel te goede onderzoekers in te huren voor een bepaald project. We huren veel te veel goede onderzoekers in, terwijl we het eigenlijk best zelf kunnen. Waardoor alle zaken veel en veel en veel langer duren. Dat kan beter. Daarvoor zitten wij ook bij het college vanuit de no-nonsense aanpak. Hè? Van denk nou eens even gewoon zelf. No-nonsense? No-nonsense. 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 Ja, u wel. Ja. Maar de rest van het college en de rest van... En ik ben de een zendeling. Moet kijken, 3 portefeuillehouders op 1 aspect, op 1 deel. Ja. Moet alles met elkaar afstemmen, duurt eindeloos lang. Ja. Ja, en dat moet ik dan hier verdedigen. Hè? Ga er maar meneer Forstenwaal, mag ik concluderen dat u zegt van ja, er zijn dingen goed gegaan, er kunnen dingen beter, er zijn ook dingen misgegaan. Maar dat u zegt, ja, de communicatie, dat is eigenlijk hetgeen waar het allemaal om draait. Dat is de afgelopen jaren niet goed gegaan. Mag ik die conclusie trekken? Wat? Meneer Forstenwaal? Nou, de communicatie is zeker een ontzettend belangrijk punt. Het gaat niet alleen om informatie ophalen bij onze inwoners, wat ons betreft. Maar het gaat er nog veel meer om die inwoners te laten weten wat je met die informatie gedaan hebt en te onderbouwen waarom je een deel van hun informatie wel of niet gebruikt. En dat is wat de inwoners enorm missen in de communicatie vanuit de gemeente. Meneer De Pater, hoort u die geluiden ook? Jazeker. Wij waren nu toe aan de vraag, wat is er wel goed gegaan de afgelopen 4 jaar? Hè? Nee, ik had u de vraag gesteld, hoort u die signalen die meneer Forstenwaal hoort, hoort u die ook? Die signalen van wat nog een keer? Sorry. Nou, over dat de burgers niet worden gehoord en de informatievoorziening... Nee, ja, nogmaals. Nee, maar er wordt herhaling gezet. Wij hebben een open college. Ik zit er wel eens bij. Ik zeg van, joh, hadden we dat niet van tevoren kunnen bezien? Alle stakeholders, zoals het mooi heet, alle belanghebbenden, moet je gewoon bij een bepaalde verandering uitnodigen. Moeten we gewoon nooit meer fouten in de toekomst. Uitnodigen en terugkoppelen en wat je met de informatie doet. 100%. Dat laatste doen we niet. Nee. Daar moeten we aan gaan werken. Ja, eens. Nou, we hebben toch een punt gevonden waar we het over eens zijn. Ter afronding, meneer Forstenwaal, wat zou u de huidige coalitie voor cijfer geven? De huidige coalitie? Ja. Ach, laat ik het vanavond toch heel mooi eindigen. Ik geef ze een 7,5. En in de volgende raad moeten we gaan voor excellent, moeten we gaan voor een 10. Meneer De Pater, geeft u het college voor cijfer?
Coalitie bedoel ik? Een 8-. Nou, hartstikke mooi. Hartelijk dank beiden. Dan is natuurlijk de vraag, hoe denken de andere partijen erover? Ja, dankzij de huidige coalitie van het CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, D66 en PvdA gaat het goed met Ede. Houden zo. Ja, wij zijn als Partij van de Arbeid heel blij met de huidige coalitie en wat we bereikt hebben de afgelopen 4 jaar. Dus in die zin is de eerste deel van de stelling, zijn we het helemaal mee eens. En het gaat goed met Ede, daar zijn we het ook mee eens. En dat willen we ook graag zo houden. Dus als je de stelling goed opknipt, zijn we het er helemaal mee eens. Nou, het gaat zeker niet verkeerd met Ede. En ik denk dat Evenwicht dit college ongeveer 7 geeft. Maar in dit college zitten wel een aantal hele ambitieuze projecten waar wij vraagtekens bij hebben. En misschien moet je die wat meer loslaten en het geld wat meer stoppen in de mensen van Ede. Het gaat op heel veel punten goed met Ede, daar kun je niet omheen. Maar dat ligt volgens ons, wat ons betreft, vooral aan de Edenaren zelf. Leraren die kinderen het beste uit zichzelf laten halen. Agenten die Ede veiliger maken. Mensen in Ede die naar elkaar omzien in de zorg. Zij verdienen de facilitering en het respect van Edese politiek. En dat hebben we de afgelopen 4 jaar proberen te geven. En daar is de politiek vooral goed voor. Economisch is de tijd beter geworden. Veel is goed gegaan. Maar de communicatie kon veel, veel beter. Denk aan de opvanglocaties van de vluchtelingen. Verlengde hem aan de weg gisteren. Referendum van koopzondag was echt super slecht. Dus een nieuw fris college. Ik denk dat we daar aan toe zijn. Er gaat best veel goed, maar wij denken dat er nog veel meer, veel beter kan gaan. Wat ons betreft is de coalitie wat te gemakkelijk omgegaan met belastinggeld. Soms werden financiële tegenvallers niet op tijd gemeld. Het aantal ambtenaren werd uitgebreid zonder gefundeerde plannen. En als het goed gaat met de gemeente geld, qua geld, dan kan er geen cent terug naar de belastingbetaler. We zien ook dat er mensen nog aan het werk kunnen die niet aan het werk zijn. En de zorg komt nog niet altijd terecht waar die het hardst nodig is. Daar wil de VVD graag aan werken. Dus wat ons betreft in de coalitie. Dank u wel. Nou, wat ons betreft gaat dat niet goed. Er is te weinig aandacht geweest voor de 65-plusser. Bovendien liggen er tegenslagen op de loer. A, met het mislukken van een WFC. En B, met een marktplein die niet hufterproef zal blijken te zijn. Nou, wij geven het college denk ook iets van een 7,5. De ene kant gaat goed met de ene, en de andere kant is natuurlijk ook flink bezuinigd op cultuur en op maatschappelijke voorzieningen. Wat ons betreft ook de communicatie met inwoners. En er lopen best wel een aantal projecten en trajecten ontzettend lang en duurt heel lang voordat die zijn opgelost. Voor ons is groei geen doel op zich. Wij vinden het belangrijk dat armoede en schuldenproblematiek wordt opgelost, dat de zorg betaalbaar, zorg goed is, dat het betaalbaar wonen voor iedereen is. En dat Ede schoon en groen is en dat iedereen zich daar vrij en veilig voelt. Dus niet houden zo, wij willen ook meedoen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt in Ede. Door bewoners, door organisaties, door bedrijven. En de politiek heeft daar een steentje aan mogen bijdragen. Maar niet houden zo, we moeten ambitie hebben, we moeten door. En wat het CDA betreft is de inzet van ons duidelijk. De komende 4 jaar moeten we werken aan bereikbaarheid, aan ouderenzorg, aan goedkope huur- en koopwoningen en aan goede communicatie vanuit dit gemeentehuis. Want dit gemeentehuis is er niet voor zichzelf, maar dat is er voor de inwoners van Ede. Hij had ambitie en stak de handen uit de mouwen. En dat betekent, als je naar lijstjes en nationale lijstjes kijkt, dat Ede plotseling bovenaan de nationale lijstjes tevoorschijn komt. Waaronder die van duurzaamheid, de 6e van de 40 grote gemeenten van Nederland. Die ambitie zouden we in een nieuw college graag voortzetten. Sterk, hard werken en met oog voor de inwoners van Ede, met oog voor kinderen, om ze een toekomst te geven. Maar ook voor ouderen, om hun eenzaamheid te bestrijden en een waardige oude dag te geven. En een duurzame levensstijl. Wij zitten nog te wachten op een complimentje van de heer Forsterwan. Ja, economisch gaat het beter, maar toch verdient dit college niet de schoonheidsprijs. Van de nieuwe bestuurstijl is niets terechtgekomen. Het was een blamage om hier proactief 3 asielzoekerscentra te willen vestigen en vervolgens dat het COA ermee stopt. Dan hebben we het nog niet eens over PERMA. Het vestigen van skeve huizen in een woonwijk en een wethouder die voor een betere baan is vertrokken vlak voor de verkiezingen door. Ja, de burgers hebben een grotere afstand met de politiek gekregen. Maar voor de rest heeft het college het wel redelijk gedaan. Kortom, dankzij de huidige coalitie van CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie, D66 en de Partij van de Arbeid gaat het goed met Ede. Houden zo tot zover deze 6e, tevens laatste stelling. En dat brengt me dan ook aan het einde van deze discussie, dit debat. Ik dank alle deelnemers van de 12 partijen die hier aan deel hebben genomen.
Ik dank ook degenen voor en achter schermen van Omroep Ede, Ede TV, Ede FM, van de BNU van Ede Stad. En misschien ook wel goed om ook te melden, ook toch een kleine dank richting het ROC, want er hebben maar liefst twee stagiaires van het ROC hier aan meegewerkt. Ook voor hun dank. Direct na afloop van het debat vroegen wij alle deelnemers wat zij vonden van deze avond. Ik vond het een uitstekend debat. Ik vond het ook heel goed georganiseerd. Wat mij betreft de beste tot nu toe ter voorbereiding op de verkiezingen van 21 maart. Iedereen is goed aan bod gekomen. Hij heeft dingen kunnen zeggen die hij wilde zeggen. Tenminste, ja, ik heb ook altijd nog van, nou, daar had ik nog wat over willen zeggen. Maar ja, je hebt vaak de tijd niet. Maar goed, qua organisatie en hoe jullie het hebben begeleid en hoe jij het ook hebt begeleid, vind ik echt complimenten. Ja, ik vond het een heel leuk debat. Je kan zien dat we een behoorlijk sportieve raad hebben in Ede en dat is niet in alle gemeentes zo. En ik denk echt dat we dat moeten koesteren. Er zijn ook gemeentes waar mensen met azijn naar elkaar gooien. En ik denk dat wij in deze gemeente tot heel goed bestuur kunnen komen omdat gewoon de persoonlijke relaties heel goed zijn. Ja, ik vond het een leuk debat. Er zaten goede stellingen tussen. Echte tegenstellingen tussen de verschillende partijen werden blootgelegd. Volgens mij is dat het doel van dit soort debatten, zodat mensen echte keuzes kunnen maken. Nou, volgens mij kan er op basis van dit debat gekozen worden. En kan de kiezer op 21 maart met al de andere stemhulpen die er zijn een goede overwogen keuze maken. En wat mij betreft stem 21 maart CDA. Ik vond het een leuke avond. Het was een leuk debat. Leuke stellingen, leuke tegenstellingen, leuke accenten. Ja, ik vond het een van de leukste debatten die we gehad hebben. Ik vond het bij vlagen een goed debat. Veel tegenstellingen, duidelijke keuzes die gemaakt werden door partijen. En daardoor is het hopelijk ook makkelijker voor de mensen om hun stem uit te gaan brengen op 21 maart. Want dat hoop ik wel, dat mensen echt gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing. Omdat de gemeente veel doet in hun eigen omgeving, voor hun kinderen, voor hun buurt. Het is erg belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen 21 maart. Het is heel goed om met elkaar te debatteren en inwoners van Ede laten zien dat we overeenkomst hebben, maar zeker ook verschillen. Er valt in Ede wat te kiezen. En het is net welke ambitie je zelf hebt voor je kinderen of voor je ouders, dat je zegt ik stem op de ChristenUnie. De verschillen kwamen goed uit de verf en dat denk ik dat het heel nuttig was en heel mooi. Je kon duidelijk de verschillen zien en horen. Dus dat is prachtig. Nou, het was een levendig debat en het wisselde tussen inhoudelijk en tussen bijna cabaret aan het eind. Dus ik was daar, ja, dat denk ik dat het mooi is. Ik vond het een interessant debat. De opstelling, de duo's, er was alleen geen pauze. Die was aangekondigd, de plaspauze. Nee, zonder gekheid, wat ik mooi vond is dat iedereen in 30 seconden een mooie pitch zijn mening erover kon geven zonder dat je geïnterrumpeerd wordt. De mensen werden wel verleid om af en toe niet alleen een riedeltje te doen, maar ook eens vrij de zaal in te kijken. Dat vond ik goed, een redelijk niveau. En ik vond het ook leuk om te mogen afsluiten. Ja, ik vond het een ontzettend leuk debat. En af en toe werden de dingen gezegd die je natuurlijk al wist. Hè. De partijen hebben natuurlijk allemaal hun eigen standpunten al bepaald. Het is ook verkiezingstijd. Dus het gaat natuurlijk vooral in zo'n debat over de tegenstellingen. En dan vind ik het wel altijd jammer dat je er niet ook de overeenkomsten wat makkelijker benoemd krijgt, zeg maar. Maar ik vond het een leuk debat. Ik had eigenlijk iets meer vuurwerk verwacht, iets meer verschillen verwacht. We waren het wel heel vaak met elkaar eens. Tijdens het debat werden er 6 onderwerpen besproken. Over de onderwerpkeuze zijn er vele meningen. Nou, eigenlijk zijn de onderwerpen al wel bekend en spelen al of hebben gespeeld in de raad. Dus ik heb geen nieuwe dingen gehoord. Maar het is wel, denk ik, voor de inwoner goed geweest om de verschillende opvattingen van de verschillende fracties te horen. Nou, dat kruispunt bij het ziekenhuis, daar weet ik weinig vanaf, maar daar moeten we wel zeker induiken. Maar ik zou ook heel graag willen dat het tot de gemeente Ede doordringt dat we de parkweg nu niet aan mogen leggen vanwege Natura 2000 wetgeving. En daar zit nog een heel groot knelpunt, denk ik. Nou, kijk, de meeste onderwerpen die spelen al langer in de gemeente Ede, dus daar zit je ook wel als politicus natuurlijk gewoon wel in. Dus er zaten niet echte verrassingen bij. Het is altijd wel goed dat je vanuit de verschillende partijen hoort hoe ze er nou precies in zitten. Nou, ik vond het onderwerp tussen de Pater en Vos de Waal vond ik ook leuk. Het was geanimeerd. En mijn eigen onderwerp afval, dat speelt heel erg bij de burgers. Nou ja, de koopzondag toch eigenlijk weer. Hè? De hele discussie over individuele vrijheid. Dat is toch nog een moeilijke in Ede. Dat we misschien...
In Ede doen we er af en toe nog een beetje moeilijk over om mensen echt die vrijheid te geven om zelf hun keuzes te laten maken. Ik hoop dat we daar in de afgelopen 4 jaar goede stappen in gezet hebben. En ik hoop het ook in de komende 4 jaar weer te kunnen doen. Het onderwerp over afval komt heel erg dichtbij. Wat doe ik in mijn kliko? Maar eigenlijk is die veel groter. Wat doen we met onze aarde? Hoe gaan we om met duurzaamheid? Hoe gaan we om met de energieopwekking? En wat mij betreft had hij wel iets meer daarover mogen gaan. Maar het is ook heel goed om gewoon dicht bij huis te blijven. Wat gooi ik in mijn kliko? Er is er eentje die ik miste en wat je wel ziet. Eigenlijk verschillen we daar niet in. En dat zijn de laagvliegroutes over Ede. Eigenlijk is dat een hele mooie om te zien. Dat ook een gemeenteraad gezamenlijk opeens weerstand kan bieden tot iets wat het Rijk doet. En dat je dan als wethouder apart gestuurd wordt om ervoor te zorgen dat er geen laagvliegende vliegtuigen over Ede komen. Dat is gelukt. Ze gaan niet meer over de woonkern Ede heen. Nou nog niet over de Veluwe, dan zijn we helemaal blij. Nou, over een aantal zaken zijn de partijen het redelijk eens. De parklaan en dergelijke, dat is heel duidelijk. Maar verschillen blijven er ook. Koopzondag bijvoorbeeld. De verschillen blijven er gewoon. En dat, dat hebben we vanavond weer gezien. Wat er mist in dat onderwerp. Ik heb bijvoorbeeld een onderwerp wat mij aan het hart ligt. Woningbouw in Ede. Ja, dat zit er dan niet in. En dat mis ik. Waarom? Nou ja, ik denk dat dat een belangrijk punt is. Ik denk dat de woningmarkt in Ede op dit moment zo krap is. Dat daar voor veel mensen dat een belangrijk punt is. En ik denk dat we dat hadden moeten bespreken. Dat mis ik dan een beetje. Maar dat is niet erg hoor. Het is niet als kritiek bedoeld. Maar het is bedoeld als van nou. Er zitten onderwerpen in die gewoon niet zo makkelijk zijn. Ik denk ook dat het voor het publiek lastig te volgen is af en toe. Want er zitten wel onderwerpen in als je een World Food Center neemt. Waar best wel wat techniek achter komt kijken. De stellingen die waren gekozen. De 6 stellingen die dekken goed de actualiteit af. Dat is een compliment voor de redactie. En ik vond ook wel dat de twee partijen die erover mochten pitchen. Mekaars tegenstellingen redelijk opzochten. De kwaliteit was goed. Ja, eigenlijk het laatste onderwerp over de rol van het, hoe het college het afgelopen jaren heeft gedaan. Dat daar toch bijvoorbeeld best hoge cijfers uitkwamen van met name de oppositie van de heer Vos de Waal en van de heer Van Druiten. Ik denk, die hebben best fel zijn ze tekeer gegaan in de oppositie. Maar toch wel een redelijk positief eindoordeel blijkbaar. Nou, wat ons betreft op zich ook. We hebben als GroenLinks in de oppositie best wel wat voor elkaar gekregen, ook met dit college. Dus wij zijn daar ook helemaal niet ontevreden over. Maar we denken dat wij zelf nog wel een belangrijke toevoeging zouden kunnen zijn aan Ede. Dus ja, in die zin houden zo was voor ons dan weer niet een optie. Dat was dan misschien ook nog het meeste vuurwerk wat er vanavond rondging in de zaal. Als het gaat over de communicatie ben ik... Zijn maar helemaal niet tevreden over wat het college de afgelopen jaren gedaan heeft. En dat moeten we absoluut in de komende periode verbeteren.